Dames en heren, goedenavond. En welkom bij de oriënterende ronde op deze 21 maart 2017. Mensen op de publieke tribune, van harte welkom. Mensen thuis die meekijken via internet, van harte welkom. En uiteraard het college en de raad ook van harte welkom. We hebben 8 agendapunten op de agenda staan. Het eerste is de opening en de mededeling. Die heb ik bij deze verricht, want er zijn verder geen mededelingen. En de tweede is het vaststellen van de agenda. Zijn er mensen die aanmerkingen hebben of de agenda willen wijzigen? Ik krijg de indruk van niet. Dat betekent dat we naar agendapunt 3 gaan, dat is het spreekrecht. Bij mijn weten heeft zich niemand gemeld. En kunnen we dus heel snel naar het meningsvormende deel van de agenda. En dat begint bij agendapunt 4, de doorontwikkeling van de vrije tijdseconomie Hardenberg. Wie wil graag het woord? Meneer Mulder, mevrouw Hansen, meneer Bak, mevrouw van den Hoek niet, meneer Odink en daar meneer Nijhoff. Nou, dan beginnen we. Oh, mevrouw Kelder ook. Ja, is goed. Nou, dan beginnen we bij meneer Mulder. Dank u wel, voorzitter. Ik ben blij dat we nu op dit onderwerp eens weer vooruit kunnen kijken. We hebben genoeg geëvalueerd en de blik is naar voren. In een stuk wat ik gelezen heb, worden allerlei factsheets aangegeven. En waar ik vooral nieuwsgierig ben, is de nulmeting waarover gesproken wordt in relatie tot de doelstelling. Dus dat we niet in de toekomst weer een soortgelijke situatie krijgen als nu met de evaluatie. Dus ik heb de vraag aan de portefeuillehouder: hoe ziet de nulmeting eruit en wat is de doelstelling? Dus waar kunnen we op meten? Dank u wel. Mevrouw Kelder. Dank u wel, voorzitter. Vanaf 2013 zijn er 2 stichtingen in de gemeente, te weten Stichting Recreatie en Toerisme en Stichting Informatiepunt. Er zijn verschillende evaluaties geweest, waarbij de ontwikkeling en de organisatie en de kosten ervan een punt van aandacht waren voor ons. We vinden dan ook juist dat de gemeente de regierol weer oppakt. Men moet de samenwerking met de stichtingen niet uit het oog verliezen. Vooral de ondernemers van de sector moeten nauw betrokken blijven en een korte lijn naar het platform hebben. Dat alles staat voor ons als een paal boven water. Want draagvlak is hier essentieel om dit platform zich goed te laten ontwikkelen. De organisatie, de gemeente Hardenberg, staat voor investeren. Zorgen dat basis op orde blijft met goede basisvoorzieningen als routes, publieke ruimtes, natuur. En onze vraag daarbij is, zijn de basisvoorzieningen nu volgens u op orde? Of moeten de basisvoorzieningen nog op orde gemaakt worden? En staat daar dan het budget van €50.000 voor? De ontwikkelingen van de witte vlekken zou misschien meer bootjesvertier kunnen zijn, bevaar maken van de vecht. En misschien zijn er nog wel meer witte plekken. Welke hebt u hier voor ogen? Continuïteit van de website, het samengaan van de 2 websites, het geeft duidelijkheid in beeld en geen overlapping graag. Gastheerschap door IP, het informatiepunt, lijkt ons een goed idee. Goed verloopt de communicatie. Dan hebben we nog de vraag van hoe verloopt de communicatie naar onze raad over de gang van zaken straks als het plan eenmaal tot uitvoering wordt gebracht. We hebben veel gelezen, we hebben niet zoveel nieuws, maar samen sta je sterker, zeggen wij, want dat is ons motto ook van Op Koers. Dus we gaan goed naar de uitvoering, denk ik, als u mijn vragen hebt beantwoord. Nou, dan zullen we afwachten hoe dat dan afloopt. Dan gaan we naar mevrouw Hansen. Dank u wel, voorzitter. Inderdaad, fijn om nu een keer vooruit te kunnen kijken in plaats van alleen maar terug te kunnen kijken. Het voorstel lezende zien we ook wel dat de
uitkomsten van de evaluatie voor een groot deel meegenomen zijn. Dus daar zijn we blij om. Een paar opmerkingen en vragen. Op de eerste plaats de overgebleven gelden van de stichting. Gaan die terug naar de algemene middelen? Of worden die in de nieuwe organisatie gestopt? Wat wij nog missen is de verbinding tussen de diverse sectoren. Je hebt natuurlijk de vrije tijdseconomie, maar ook horeca, ook evenementen. Hoe kunnen we daar een verbinding tussen leggen in plaats van alleen maar loszand en los georganiseerde evenementen? Ik weet dat het in deze raad een moeilijk onderwerp is, maar gezien het succes in Omma, blijven wij toch pleiten voor de opening van de winkels op zondag in het hoogseizoen. Het trekt enorm veel volk, het trekt heel veel publiek en maakt het ook heel erg leefbaar in Hardenberg. Even kijken. Nou ja, en dan als laatste punt, de terugkoppeling naar de raad. Om te voorkomen dat we straks weer evaluatie op evaluatie hebben, vragen wij eigenlijk toch om pak een beetje na het hoofdseizoen, over een half jaar, een terugkoppeling te geven over het rijden en zeilen van de nieuwe opzet. Tot zover. Dank u wel, meneer Bak. Dank u wel, voorzitter. Ook wij zijn blij dat we uiteindelijk eens vooruitkijken. Maar wel een paar vragen. En het zit wat mij betreft met name even rondom dat platform. Ik snap dat de gemeente de regie neemt, het initiatief neemt, faciliteert. Maar ik vraag me echt even oprecht af of we nu regievoerder moeten blijven. En dat we daar niet als gemeente te veel aan de kar blijven trekken. Dat we niet meer moeten overlaten aan de partners. En ten meer ook de vraag van, moeten wij die voorzittersrol van dat platform wel op ons nemen? Ja, dank u wel. Meneer Odink. Dank u wel, voorzitter. Bij de recente evaluatie in het Achterhof hebben wij op een gegeven moment wat uitspraken gedaan. En dat we ook uitzien van zeg maar de nieuwe lange termijn agenda en een duidelijke visie. En we hebben daar ook duidelijk wat verwachtingen met betrekking tot cofinanciering, regierol, uitvoering en verantwoordelijkheden. Met zelfs scherpe en meetbare resultaten. Nou, nu kijkend naar de lange termijn agenda begrijpen we best wel dat het moeilijk en ook zeer concreet is in te vullen. En dus ook om die reden dat wij eigenlijk best wel blij zijn met zeg maar ook de jaarplan. We hopen dat die inderdaad wel wat concreters kan gaan opleveren. Er wordt op een gegeven moment een uitspraak gedaan over de draagvlak van wat betreft het werkveld. En dat die op dit moment onvoldoende is. En ik zou daar graag de portefeuilles over horen. Van hoe ziet die samenwerking er eigenlijk uit? Wat zijn daar de verwachtingen van, ook met betrekking tot zeg maar het draagvlak? Waar liggen de diverse verantwoordelijkheden? Ook in aansluiting van wat meneer Bak aangeeft. En hoe geeft u die regierol? Hoe geeft u die meer inhoud? Op een gegeven moment zien wij dat er zeg maar ook sprake is van een jaarplan. En dat het jaarplan concrete projecten kan bevatten. Op welke wijze, hè, want communicatie is daar een onderdeel van. Op welke wijze wordt de raad hierover geïnformeerd? Is dat vooraf? Is dat achteraf? Hè, worden we jaarlijks een soort van een update over wat zeg maar, het jaarplan heeft opgebracht? Ook in relatie met zeg maar, de stuk cofinanciering. Vervolgens wordt er gesproken over activiteiten in dat jaarplan. Onder andere financieel en organisatorisch. En een uitwerking waarbij ook de cofinancieringsmogelijkheden worden onderzocht. Bij projecten moet in principe sprake zijn van cofinanciering. Zoals in het voorbeeld van een informatiepunt. Voorzitter, ik zou er graag een uitspraak van de portefeuille over hebben. Dat kunnen wij er in principe van uitgaan dat in principe altijd cofinanciering betekent. Dan hadden we nog een afsluitende vraag. Over de afgelopen 3 jaar is er sprake geweest dat wij zeg maar een ton aan de sector hebben gegeven. En als we nu kijken naar zeg maar, het belang van de recreatiesector voor onze gemeente, vragen we ons ook af dat zeg maar, de nu voorgestelde 50.000 euro, waarvan al 10.000 is gelabeld aan het IP, hè, maar dat is nu sprake van 40.000 euro feitelijk voor de sector. En we vragen ons af, voorzitter, of dat voldoende is met betrekking tot zeg maar, het belang van de sector en ook de ambities die de sector heeft. Wat kunnen we met die 40.000 euro bij wijze van spreken doen? En ik zou daar graag ook de reactie van de portefeuillehouder op hebben. Dat was het in de eerste termijn.
Dank u wel, meneer Nijhoff. Dank u wel, voorzitter. De afgelopen maanden is er meerdere malen gesproken over de ontwikkeling van de variëteitseconomie in de gemeente Hardenberg. Ook heeft er een evaluatie plaatsgevonden van de resultaten van de afgelopen jaar. De feiten geven aan dat we met een belangrijke sector van Hardenberg te maken hebben, economisch maar ook indirect. Maar ook een sector die zich kenmerkt door onder andere een zeer grote pluriformiteit. 7 maart hebben we een interessante presentatie gehad van de economische situatie in Hardenberg en de rol daarin van de variëteitseconomie, gepresenteerd door mensen van Vechdal Marketing. Daarbij bleek nog weer heel nadrukkelijk de noodzaak van samenwerking. Onze fractie is in grote lijnen positief over het voorstel, maar hebben nog wel een aantal vragen. Die samenwerking is zeker in Hardenberg een punt waar kansen liggen. In het voorstel wordt gesproken over een gedragen lange termijn agenda, waar de heer Orink ook al aan refereerde. Hoe zit het nu met het draagvlak en de betrokkenheid van ondernemers? En worden degenen die zitting hebben in het platform ook gedragen door een achterban? Op het gebied van aantallen bezoekers en dergelijke hebben we 0 metingen via de regiomonitor. Naar de mening van onze fractie zou een 0-meting voor de betrokkenheid vanuit de ondernemers ook gewenst zijn om de ontwikkeling van die noodzakelijke betrokkenheid te kunnen meten en te kunnen evalueren. In de stukken wordt geconstateerd dat het draagvlak vanuit het werkveld nu onvoldoende is. En bij de zwakten wordt ook genoemd het ontbreken van een goede overlegstructuur tussen lokale overheid en ondernemers. Het draagvlak onder en betrokkenheid van ondernemers is ontzettend belangrijk. En hoe verkrijg je nu commitment bij die nieuwe start? En worden er nu wellicht al leemtes geconstateerd? De samenwerking tussen de Stichting Recreatie en Toerisme en het IP lijkt er nu te zijn. Er zijn nog geen reacties gekomen dat dit niet wordt gezien. Onze fractie heeft nog wel de vraag hoe andere organisaties die zich ook met dit onderwerp bezighouden, in die samenwerking worden betrokken. Ons lijkt toch dat hoe integraler de sector zaken oppakt, dit voordelen kan hebben. Een ander punt vanuit de evaluatie betreft ook betrokkenheid, maar dan het financiële zin. Er is uitgesproken dat de gemeente meer in wil zetten op cofinanciering en financiële betrokkenheid door ondernemers, naast uren inzet. Hoe gaat men daar inhoud aan geven? Informatieuitwisseling, contactbijeenkomsten, inzet van het ondernemershuis en bevordering van samenwerking met ROC's en hogescholen kunnen mooie bijdragen leveren. Hardenberg heeft zowel zorg als ook recreatie en ook agro als speersectoren. Hoe kunnen zij elkaar versterken? Daar moeten toch kansen liggen. Er ligt een geweldige uitdaging voor een zeer pluriforme sector. Dank u wel. Gaan we naar het college wat mij betreft, als het college ook zover is om de vragen die gesteld zijn te beantwoorden. In dit geval door portefeuillehouder Snijders. Dank u wel, voorzitter. Er ligt een mooie lange termijn agenda hier voor. En dat is het resultaat van een mooi samenspel binnen de sector, wat in de afgelopen maanden zeg maar heeft plaatsgevonden, waarbij de Rekron is betrokken, de ondernemers zelf vooral ook zijn betrokken, Stichting IP, de Stichting Recreatie en Toerisme en ook Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Hardenberg, daar een belangrijke rol bij heeft gehad. En het resultaat is inderdaad deze lange termijnagenda met een jaarplan voor 2017 nu, wat hier ligt. Waarbij alle betrokken partijen hebben gezegd van hier willen wij mee aan de slag. Dus dat draagvlak dat is er nu. En daar hebben we ook een aantal bijeenkomsten over gehad. En er zijn ook al vervolgafspraken gemaakt om in dat platform daar verder mee over te praten. Dus wat dat betreft zijn daar hele mooie stappen inderdaad gezet. En zijn we daar nu, kunnen we daar volop mee aan de slag. Ja, het beschikbare budget. Een aantal vragen van fracties hier in de raad. Het beschikbare budget is zeg maar 50.000, waarbij 10.000 geoormerkt is. En de overige 40.000 bedoeld is voor de activiteiten zoals die in dit jaarplan voor het eerste jaar zijn omschreven. En die zijn nog niet heel erg geconcretiseerd, dat geef ik direct toe. Maar het is vooral geld om procesgeld, aanjaaggeld,
om een aantal zaken te organiseren. Waarbij, denk ik, een van de belangrijkste zaken, en ik dacht dat CDA het was die dat zei, maar ik hoorde het ook aan de linkerkant van de raad, dat het werd gezegd, vooral van groot belang is nu dat we in staat zijn om de sector in een brede omvang te gaan mobiliseren. En dat het niet bij een paar betrokken partijen of een aantal ondernemers blijft, maar dat we kijken van hoe krijgen we nou zoveel mogelijk ondernemers mee in die doelstellingen die we hebben geformuleerd in deze lange termijn agenda. En die doelstelling is, dat zijn brede doelstellingen, maar dat is uiteindelijk, of niet uiteindelijk, dat is vooral meer gasten ontvangen in het Vegdal en met name in de gemeente Hardenberg. Ook meer gasten ontvangen, meer overnachtingen en ook dat er meer geld wordt uitgegeven in deze gemeente door diezelfde toeristen, door ze hier iets te bieden. Waardoor men zegt van hier willen we blijven, hier hebben we het naar onze zin en hier gaan we ons geld uitgeven. Dat is de grote doelstellingen die er liggen, die er blijven liggen ook ten opzichte van de vorige keer. En dat willen we concretiseren door het daar ook vooral met elkaar over te hebben. Met alle betrokken partijen in die sector. En dat gaan we doen door vanuit het platform, we zijn initiatief naartoe, ook grotere bijeenkomsten te organiseren waar we daar met de sector breed over willen praten. En dan niet alleen de recreatiesector, maar ook daar de horeca bij betrekken. En ook de cultuursector, om te kijken, kunnen we daar die verbanden maken? Die bijeenkomsten moeten ertoe leiden dat er ook gewoon concreet projecten uit gaan komen. Projecten waarbij een aantal partijen zegt, nou, daar gaan wij mee aan de slag of dat gaan we intensiveren. Want we moeten niet vergeten, er gebeurt al heel veel. Er gebeuren hele mooie dingen in deze gemeente. Maar kun je dat nou ook beter maken? Kun je dat kwalitatiever ook verder gaan brengen? Nou, een van de concrete dingen die nu ook vanuit de platformen gebeurt, maar wat mede door de gemeente en de provincie Overijssel wordt gefinancierd, is een onderzoek naar de kwaliteit van de verblijfsrecreatie. Dat is bijvoorbeeld een heel concreet project om te kijken van de sector die we hier hebben, de bungalowparken, campingsector, hoe staat het er nou voor? Wat is de staat van die verblijfsrecreatie hier in deze gemeente? En we verwachten dat er ook een aantal aanbevelingen uitkomen, waarbij we ook kunnen kijken van, en wat is er nodig? Wat verwacht die consument nou? Hè? Die guest journey waar we het over hebben gehad. Wat verwacht die consument nou? Wat wil die graag hebben hier in dit gebied? Wat is goed, maar wat kan beter? Nou, dat moet gewoon concrete resultaten gaan opleveren waar ondernemers vervolgens weer mee aan de slag kunnen. Waar ze kunnen gaan investeren om hun camping of hun bungalowpark, hun verblijfsrecreatie weer op orde te krijgen. De doelstellingen die zijn geformuleerd in de lange termijn agenda. De concrete activiteiten die eronder hangen, wat ik net aangaf, dat zit hem onder andere in die productontwikkeling, die innovatie. Nou, zo'n onderzoek kan daar een bijdrage aan leveren. De informatievoorziening, ik denk dat een van de belangrijkste aspecten ook om die guest journey vorm te geven, om te zorgen dat de informatievoorziening goed op orde is. Dat kan via het informatiepunt, maar de website speelt daar ook nog steeds een hele belangrijke rol in. Social media, daar zal een deel van het geld ook dit jaar aan besteed worden om dat ook goed op te zetten verder uit te bouwen. Dat in algemene zin. Als ik dan kijk naar de vragen zoals die er liggen, een aantal vragen daarmee beantwoord over het platform, het draagvlak in het platform. De samenwerking, ja, belangrijk in de gemeente zelf tussen de verschillende ondernemers en de verschillende partijen, maar ook in de schaal met de regio, met het Vegdal, het Marketing Oost, Vegdal Marketing zeg maar, maar ook met de provincie Overijssel, Gastvrij Overijssel. Waar ook een programma aanhangt, waar ook middelen beschikbaar zijn vanuit die provincie. Kan daarmee ook dienen als een stuk cofinanciering, zeg maar, voor ondernemers in dit gebied. Om ook aan die productontwikkeling daadwerkelijk vorm en inhoud te geven. De vraag van de ChristenUnie, is die 50.000 euro voldoende? Ik denk, dat zeg ik dan ook heel eerlijk, het is niet veel. Maar aan de andere kant denk ik, voor het jaarplan wat er nu ligt, de activiteiten die we nu willen doen, vooral procesgeld om zaken aan te jagen en een aantal dingen in de basis goed te organiseren, met name vanuit die informatievoorziening, kunnen we het er nu mee doen. Maar ik sluit niet uit dat als het platform één keer draait en er komen projecten uit, die uit dat platform komen, vooral van ondernemers zelf ook of van partijen die verbonden zijn, dat we dan kijken van per project van ja, hoe is die financiering georganiseerd? Wat is de cofinanciering inderdaad? Wat doen andere partijen? En wat doen de ondernemers zelf? En stel je nou voor dat er iets heel bijzonders uitkomt. Dat we zeggen van we moeten hier een of ander
bijzonder museum gaan oprichten hier in Hardenberg. Want dat biedt heel veel perspectief. Daar is behoefte aan. Er komen nieuwe mensen op af. Zeg maar een soort kunststofmuseum, misschien van de Wavin of zo. Dat we zeggen, nou, we verwachten 100.000 mensen per jaar. Ja, dan denk ik, dan zal er ook een vraag richting de gemeente misschien komen. Om te zeggen, ik merk dat die valt. Maar dan zou ik kunnen zeggen dat je ook naar de gemeente gaat. Gaat de sector vragen aan de gemeente voor cofinanciering? Nou, misschien zegt de Wavin zelf wel van, wij willen hier zo'n high-tech museum neer gaan zetten. En we verwachten dat er veel mensen op afkomen. Nee, zonder gekheid. Maar je zou kunnen zeggen, hè, want in die zin, ik hoorde het net ook zeggen, het is vooral versteviging van verbanden, van relaties, informatievoorzieningen op orde brengen. Daarvoor hebben we €50.000 ter beschikking. Daar kan ik het op dit moment heel goed mee doen. Maar stel je nou voor dat daar in de loop van de tijd toch bijzondere projecten uit gaan komen. Ja, dan zullen we moeten kijken van hoe zit die financiering dan in elkaar. Dan hoop ik dat de sector dat zelf doet. Maar er zou ook een vraag richting de provincie of richting de gemeente kunnen komen. Basisvoorzieningen op orde, ja, dat denk ik wel. Houden, basisvoorzieningen, dat is vooral landschap, wegen, routestructuren. En daar vindt altijd onderhoud aan plaats. En hier en daar moet er ook nog wat verbeterd worden of kan het geoptimaliseerd worden. Dat is niet zozeer iets wat vanuit het potje alleen van vrije tijdseconomie komt, maar wat ook weer in cofinanciering zit, zeg maar, met gewoon ook het wegenverhaal, zeg maar. Daar zijn ook andere potjes voor beschikbaar. Dan kijk ik ook even naar de wethouder die daarover gaat. Maar dat hebben we natuurlijk gedaan. Dat is volop in de ontwikkeling. Kijk maar naar de routestructuur tussen De Wolde en Dedemsvaart, maar Linde-Dedemsvaart, waar nu ook eigenlijk onder het mom van verkeersveiligheid mooie stappen worden gezet. Maar wat ook gelijk voor toerisme een gigantische kans biedt om dat Reesdal verder te ontsluiten. Dus zo proberen we heel veel dingen aan elkaar te verbinden. Maar het komt samen eigenlijk in deze lange termijn agenda. En ik merk dat de sector, een deel van de sector is hier ook aanwezig, dat de sector ook hier achter staat, gelooft hierin. En we willen dit met elkaar tot een succes maken. We gaan in juni een groot symposium organiseren in deze gemeente, waar we inderdaad alle ondernemers uit die sectoren willen hebben, waar we met elkaar aan het eind van de dag zeggen van hier gaan we voor. En dat is niet dat het dan op die dag begint, want het begint nu al, het is al volop gaande. Het informatiepunt is er, de website is er, de ondernemers zijn bezig met hun boekingen. Dus er gebeurt al heel veel, de onderzoeken vinden plaats. Maar dat is wel waar ik denk, waar we vol goede moed, en dat is wel heel mooi, hè, we hebben iets afgesloten, maar we kijken ook met elkaar, en dat is echt oprecht, dat durf ik hier ook te zeggen. We kijken met elkaar vooral vooruit en vooral ook naar de kansen die er liggen in deze sector en die belangrijk zijn voor Hardenberg. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Is er behoefte? Ik heb nog misschien één aanvullende vraag en opmerking. Dus ik ben blij met de reactie van de portefeuillehouder, zeg maar, daar waar het de draagvlak betreft. Hè, en dat men vol goede moed is om nog verder te kijken. Ik had ook nog een opmerking gemaakt van in principe altijd sprake is van cofinanciering. Nou, ik heb daar volgens mij ook voldoende van gehoord en teruggehoord dat dat toch wel de insteek is, ook naar de sector toe. Vertrouwen straalt erop op uit. De communicatie nog met betrekking tot, zeg maar, het jaarplan. Hè? Dus op een gegeven moment staat bij communicatie ook van dat de gemeenteraad geïnformeerd wordt. Zou u daar nog wat over kunnen vragen, op welke wijze u dat voor u ziet? Ja, de planning is eigenlijk om u aan het eind van de periode gewoon de verantwoording ook te laten zien, die aan de gemeenteraad ter beschikking te stellen. Want wat is nou gedaan voor die €50.000 aan het eind van het jaar? Maar aan de voorkant ook betrokkenheid van de raad. Natuurlijk welkom op die bijeenkomsten, die grotere bijeenkomsten die we organiseren. Waarbij ook input zal moeten komen vanuit de sector zelf. Van hoe ga je dat nou doen en wat moet er gebeuren ook. Dus dat blijft. Ik zat nog even te kijken naar de verantwoording platform regievoerder. Ja, dat was ook nog een vraag van de VVD-fractie inderdaad. Van waarom doe je als gemeente dit? Nou, onze intentie is om te zeggen van nou, we willen zorgen dat er gewoon een goede boost wordt gegeven aan dat platform. Maar ik zeg er ook bij, wat mij betreft hoeft dat niet voor altijd te zijn dat de gemeente daar regievoerder blijft. Het mooiste zou zijn als de sector op een gegeven moment zegt van nou, we zijn zelf in staat om dat te organiseren. Ik denk dat het nu nog een stap te vroeg is.
We hebben toch gemerkt dat het prettig is dat de gemeente erbij zit, omdat die eigenlijk vanuit een soort onafhankelijke positie met heel veel sectoren contact heeft. Maar op termijn, als dat is gegroeid, zeg maar, dan zou wat mij betreft dat aan de sector zelf overgelaten kunnen worden. Voorzitter, als ik daar mag reageren. Misschien ook een stukje verduidelijking van mijn kant, waarom ik de vraag gesteld heb. Want ik vraag me oprecht af of dit platform, of dat het juiste vehikel is om in deze tijd verder mee te gaan. Ja, het is goed dat de gemeente regie voert. En het is goed dat de gemeente een aanjaagfunctie heeft. Maar uiteindelijk, en daar sprak de heer Nijhoff natuurlijk ook over, gaat het over draagvlak bij de achterban. En wat zou het nou mooi zijn als een ondernemer hier de kar zou trekken. En dat er een mooi netwerk zou ontstaan waarvan uit alle activiteiten gaan ontstaan. Dus echt wel even in oprechtheid, is dit het vehikel nu wat het moet gaan doen? En lopen we niet het risico dat we hier meer van oud gaan doen in plaats van meer van nieuw? Nou, een belangrijke constatering en vraag die u inderdaad stelt en terecht ook. Alleen we kennen de geschiedenis, waar het vandaan is gekomen. Dat is waar de gemeente zeg maar, echt op afstand stond en het aan de sector zelf is overgelaten. Nou, uw raad was daar ook niet tevreden over. Dat is misschien nog een eufemisme als ik dat zo uitdruk. Ik denk dat het goed is dat we nu de koppen weer bij elkaar hebben gestoken. Ook met elkaar, zeg maar. Ook vanuit die onafhankelijke rol die toch wel door de sector zo wordt gewaardeerd. Maar ik ben het wel met u eens dat het mooi zou zijn als de sector dat zelf, dat daar mensen opstaan die zeggen, nou laten wij dat maar trekken. Dan denk ik dat wij ons ook zouden moeten zeggen, nou, onder welke condities en randvoorwaarden zou dat dan kunnen. Dus die handschoen of die hand, die wil ik uitsteken. Ik denk dat dat goed is. Aan de andere kant, de structuur van een platform, waarin we zeggen van nou, daar zitten een aantal partijen vertegenwoorgigd. Daar zit vooral informatievoorziening en een aantal afspraken die je daar maakt. En daaronder hang je afwisselend van wat er nodig is, projectmatig betrek je mensen erbij, vooral ook ondernemers. Volgens mij is dat wel een heel mooi en flexibel vehikel om nu ook met elkaar daarmee aan de slag te gaan. Omdat het voorkomt dat je in een soort vergaderstructuur terechtkomt waarin je wel veel bij elkaar komt, maar waar niks wordt gedaan. We willen vooral, dat is ook door iedereen uitgesproken, we willen vooral dingen gaan doen. Projecten doen, productontwikkeling op gaan brengen. Laat het er nog een stip op de horizon zijn waar het naartoe kan werken. Meneer Mulder. Bedankt voorzitter. Ik heb nog wel even een vraag aan de portefeuillehouder. Dat is met name over de waardecreatie waarover gesproken wordt. In relatie tot de nulmeting. Die nulmeting, daar zullen waardes uitgekomen zijn. En welke waardecreatie, dus wat is het getal wat erachter zit? Want dan kun je ook concreet zijn. Niet zozeer met woorden, maar met name van waar gaan we op meten. En hoe bepalen we of we ook gehaald hebben wat we voor ogen hebben in de doelstelling. Ja, nou vind ik het zelf wat lastig om zeg maar een nulmeting te organiseren vanuit de gemeente. Omdat je werkt met een budget van zo'n 50.000 euro op jaarbasis. Terwijl er in de sector, ook in deze gemeente, miljoenen in omgaan. Dus in die zin, onze sturingsmogelijkheden alleen al vanuit financieel perspectief zijn natuurlijk heel beperkt. Dus we moeten het vooral zoeken in de beweging die de sector zelf kan gaan maken. Waardoor je ook zeg maar bewegingen gaat zien. En de nulmeting is op die wijze ook opgezet vanuit het vechtdal. Dus het vechtdal, en dat is de factie die daarbij zat, in het vechtdal worden de gegevens verzameld rondom de recreatie, de vrije tijdssector, zeg maar, in dit gebied. Omdat dat het niveau is waarop je nog waarop je sturingsmogelijkheden hebt, waarop ook de marketing wordt bedreven, zeg maar, waar ook de marketingbudgetten op worden ingezet. Dus we hebben gezegd, we houden ook in overleg met de sector, we houden de Vechtdal-monitor aan. Dit is nu onze nulmeting zoals die erbij ligt. En dan gaat het over overnachtingen, bezoekersaantallen, bestedingspatronen en dergelijke. Nou, en wat we eigenlijk willen bereiken is dat we over een paar jaar zullen gaan zien dat bezoekersaantallen zijn gestegen, bestedingen zijn gestegen. Dat is de doelstelling. Nou, en die bereiken we met de activiteiten zoals we die hier doen. En wij dragen daar natuurlijk, ja, hopelijk een hele belangrijke bijdrage aan, maar in die zin van beïnvloeding met een budget van 50.000 euro op dit moment. Er zijn natuurlijk andere budgetten, marketingbudgetten wel. Maar vanuit de agenda die hier ligt, zeg maar, zou die zelf te smal zijn om daar echt een eigen monitor op te gaan zetten vanuit de gemeente. Want dan moet je, ja, dan moet je een heel systeem weer gaan bouwen. Dus wij houden de Vechtdal-monitor aan. Mevrouw Hans had nog een vraag en meneer Nijhoff nog. Ja, met name omdat ik nog geen antwoord op de vraag heb gehad. Dat is
de besteding van de overgebleven middelen? Gaan die naar de algemene reserves of worden die geïnvesteerd in de oprichting van de nieuwe organisatie? En de koopzondagen heeft u. Volgens mij heb ik dat niet gehoord. Ja, de koopzondagen, om met laatste te beginnen. Die ziet u niet in het stuk staan. Dat zou interessant zijn om te vernemen hoe de consument daarover denkt. En ik weet dat er een coalitieakkoord in deze gemeente is. En als portefeuillehouder ben ik daar ook aan gebonden. Dus dat is op dit moment de kwestie, zeg maar. En ik heb ook geen signalen uit de vrije tijdssector gehoord die zeggen van, nou, dat is een absolute must op dit moment. Maar dat is iets wat misschien nog aan bod kan komen in de bijeenkomsten die zullen gaan volgen. Maar op dit moment is het geen thema voor deze lange termijn agenda. Terechtpunt wat u inderdaad ook zegt over de overgebleven middelen. Ja, die heel formeel antwoord, die komen terug in de jaarrekening. Daar zullen ze bestemming krijgen. En dat de jaarrekening komt in de richting van uw gemeenteraad. Ja. Meneer Nijhoff. Ja, de portefeuille gaf aan dat hij in ieder geval meer draagvlak ervaart. Ja, ik heb ook gevraagd van kunnen we zo met een nulmeting dat inzichtelijk kunnen maken, zodat we ook eigenlijk de bottleneck van de afgelopen jaren dat we die in beeld kregen en ook kunnen zien hoe zich dat ontwikkelt. Ik heb daar nog geen reactie op gehoord van de portefeuille. Ziet u daar zijn mogelijkheid of? Voorzitter, hij zit niet in de nulmeting omdat hij op dat vechtdalniveau zeg maar, wordt gedaan. We vinden het wel heel belangrijk om die, want dat heb ik zelf ook als portefeuillehouder, vind ik ook dat we die moeten kijken hoe we die complete sector veel meer nog kunnen betrekken bij de doelstellingen en gewoon samen voor die agenda gaan. En dat willen we de komende periode echt met die bijeenkomsten bereiken om te zeggen van nou, hoe komen we nou dichter bij die mensen? En hoe weten we nou wat zij belangrijk vinden en wat kan hun bijdrage zijn? Dus ik denk dat we moeten kijken aan het eind van het jaar, als we de verantwoording doen over de besteding van de gelden, ook richting uw raad, dat we dan ook gaan zeggen van hoe hebben wij dat nou, hoe kunnen we dat nou meten of hoe hebben we dat ervaren? En dat zouden we kunnen staven met, misschien met interviews of een enquête bijvoorbeeld. Hè. Dat hebben we eerder ook binnen het economisch veld gedaan, dat we hebben gezegd, laten we zo aan het eind van het jaar eens een enquête doen van valt deze lange termijn agenda en die activiteiten die eraan hangen, vallen die nou goed binnen de sector in deze gemeente? Dus ik, in die richting zullen we moeten gaan denken. En dan krijgt u daar een antwoord op. Helder, dank u wel. Ik heb het gevoel dat alle vragen beantwoord zijn, maar toch even de vraag, is er behoefte aan een tweede termijn? Nou, geen tweede termijn. Ik zit al heel lang heel lief naar u te zwaaien, maar u ziet mij niet. Nee, sorry, ik had u niet gezien. Dat geeft niet, maar ik heb nog wel een vraag. En dat hoeft niet in een tweede termijn wat mij betreft. En met u goed vinden, dan stel ik hem nu meteen even. En dan gaat het eigenlijk even over die crossovers. U heeft daar ook wel iets van gezegd. Maar dan was ik een aantal weken terug in de Immenkhoeve, samen met ook veel ondernemers uit de sector. Dan hebben we heel lang met elkaar gesproken over het thema zorg in relatie tot recreatie. En daar kwamen we eigenlijk met elkaar tot de conclusie dat er al heel veel is, hier in het prachtige Veldal. En dat er ook heel veel ondernemers zijn die op het gebied van zorg versus recreatie heel veel dingen doen. En dan lees ik, als ik kijk naar de kansen in de SWOT-analyse, wel iets over crossovers. Maar moet hij daar die relatie ook gaan zien? En heeft hij daar een stukje complex gekregen? En is het ook zo, en dan wil ik echt niet te veel op de uitvoering gaan zitten, want daar ga ik niet over, maar ik wil de vraag wel even stellen. Is het ook een crossover die enigszins prioriteit heeft? Want volgens mij liggen daar kansen waar de gemeente en ook het Veldal op korte termijn heel veel mee kan. En ik wil wel graag eens even weten hoe u daar als portefeuillehouder tegenaan kijkt. En voorzitter, daar zouden we de hele avond nog over kunnen praten, over de zorgsector en recreatie en toerisme. Maar de bijeenkomst in Immenkhoeve was volgens mij ook vooral een resultaat van een onderzoek wat vanuit de gemeente, vanuit Veldal is gedaan naar de kansen die de zorgsector biedt voor de toerisme- en recreatiesector. Dus op ons initiatief is dat van de grond gekomen. Dus in die zin ben ik het met u eens. Er gebeuren mooie projecten binnen het Veldal rondom zorg en toerisme en recreatie. Op de Klimberg bijvoorbeeld als voorbeeld te noemen. Er zijn een aantal appartementen waar ook voor ondersteuners, mantelzorgers, gecombineerde plaatsen zijn gemaakt. Dat is met behulp van PNPC-regeling gebeurd. Maar ook zelfs een nierdialysekliniek van de Saxenburggroep, zeg maar, vervult in de zomermaanden een belangrijke rol voor mensen die zorg nodig hebben, waardoor mensen bewust kiezen voor het Veldal of voor Hardenberg
om hier te gaan te verblijven in de vakantieperiode, omdat de voorzieningen gewoon goed zijn. Dus het is van het grootste, ik geloof er dus in. We zijn er ook mee bezig. Het is één van de speerpunten binnen de agenda van het Vechtdal-kompas. Zorg en recreatie en de crossover daartussen. En terecht dat u zegt, van er zijn veel initiatieven al. Immigoef is een mooi voorbeeld, Klimberg noemde ik al. Maar er zijn veel meer initiatieven te noemen. En wij gaan daar de komende periode ook mee verder om te kijken hoe we dat ook in de vermarkting, zeg maar, in, hoe je dat nog beter op de rol kunt zetten. Dus eens met belang van de zorgsector voor de vrije tijdssector hier in de gemeente Hardenberg. Oké, tot zover de eerste termijn. Ik heb bijna het gevoel dat het al de tweede termijn zo'n beetje was, maar het was nog de eerste termijn officieel. Is er behoefte aan een tweede termijn of kunnen wij gaan besluiten? Mij is er geen behoefte, hè? Mag het dan als hamerstuk of als bespreekstuk naar... Hamerstuk? Toch bespreekstuk. Oké, nou prima, bespreekstuk. Dan besluiten we dat bij deze, dat het bespreekstuk wordt. Agenda punt 5, de ontwerp, structuurvisie, herprogrammering, woningbouw. Zo. Mevrouw van de Hoek, die steekt heel mooi haar vinger op. Meneer Bak, Rodemond, Broekhorst, Partij van de Arbeid, niemand? Meneer Jonkansen? Nee, oké, niemand. Van Hof en meneer Breukeman. Meneer Breukeman. Ja, dank u wel, voorzitter. Kort, laat ik vooropstellen dat het CDA dit stuk met wat gemengde gevoelens in ontvangst genomen heeft. En we hopen natuurlijk dat de bespreking van vanavond dan ook goed bijdraagt aan de meningsvorming. Allereerst even over het proces. We hebben het over een ontwerp die hierna nog ter inzage wordt gelegd. We hebben bijvoorbeeld een tijdje geleden ook de detailhandel structuurvisie gehad. Daarvan is zo gezegd, van, nou, u hoeft inhoudelijk nog niet helemaal af te kaderen, want ook de zienswijzen komen nog weer bij u terug. Nu staat in het besluit in te stemmen met en vrij te geven voor... zienswijze. Dus mijn vraag is even van, joh, wat is de rol van het besluit nu, hè, over 14 dagen, als ik ook lees dat het definitieve plan, inclusief zienswijzeverslag, nog weer een keer terugkomt? Voorzitter, als ik daar ook mag bijvallen, misschien is dat wel handig om dat eerst te beantwoorden voordat we naar de verdere bespreking gaan, maar dat zou voor mij een voorstel zijn. Ja, nou, ik kan maar wel enigszins vinden in het voorstel wat er gedaan wordt. Ik denk dat de vraag... Zegt mijn glazen bol een beetje dat hij bij meer fracties leeft. Dus wellicht is het goed dat we even de portefeuillehouder... het is in wezen natuurlijk een beetje gek dat je al instemt met iets... terwijl er ook nog zienswijzes op kunnen komen. Dat is een beetje de frictie die ik proef. Portefeuillehouder Prinsen. Voorzitter, dank u wel. De bedoeling is dat u instemt met vrijgeven. Het onderliggende rapport van Companen, daar hoeft u niet meer in te stemmen, dat is een onderzoeksrapport. Maar de structuurvisie aan zich komt nadat het ter inzage heeft gelegen, komt in de oriënterende en een besluit eronder komt dat gewoon terug. Dus er is wat geanticipeerd al op een raadstuk voor een besluitraad. En dat is dus niet de bedoeling. Dus u besluit vanavond niks dan alleen geschikt voor om vrij te geven. Dus eigenlijk zouden we dan, als ik het dan mag samenvatten, als we de twee woordjes en deze weglaten... Dan... Volgens mij moet de tekst verantwoorden in kennis nemen van. Als dat in het besluit staat, dan... Ja, het staat dan met in te stemmen met de ontwerp, structuurversie, herprogrammering, woningbouw vrij te geven voor inspraak. Ja, ja. Ja. Er moet dus als je in deze weglaat, volgens mij zijn we er dan. Volgens mij moet het er komen te zijn kennis te nemen van het ontwerp, structuurvisie en deze vrij te geven voor inspraak. En dan kunnen we ook in een later stadium inhoudelijk daar nog wat van vinden. Ja. Ja. Ik vind het prima, maar u gaat er iets anders van op papier zetten, nou, denk ik, voor over ik twee niet, weken. Ik niet, maar ik kijk even naar de hulptroepen op de tribune en die gaan dat vast zo doen. Ja, ja, precies. In samenspraak met de griffier. Oké, okay. Nou dan is dat denk ik uit de lucht eerst. Ja, hè? Oké. Okay. Dan blijf ik denk ik even bij meneer Breukeman. U was volgens mij nog niet helemaal klaar met uw verhaal en dan gaan we dan het rondje maken. Nee, ik heb inderdaad wel gewoon een aantal vragen. Ik denk dat die gewoon wel gesteld kunnen worden, hè. Dan, in ieder geval al wat helderheid te krijgen. Op die eerste vraag is dan in ieder geval een antwoord.
Want ook uit het, het onderzoeksrapport van de Compaan, ja, die is ik dacht in december vrijgegeven. Daar staan natuurlijk nog niet de reacties van bijvoorbeeld plaatselijke belangen in met hun argumentatie bijvoorbeeld. Dus vandaar ook dat die vragen leefden. Goed, in de inleiding geeft u aan dat u met een stuk meer regie wilt nemen om tot een gezonde woningmarktsituatie te komen. Met als doel het behouden van flexibiliteit om in de toekomst in te kunnen spelen op behoeften van onze gemeenschappen. En flexibiliteit die soms nodig is voor lokale of specifieke eisen als het gaat om jongeren, ouderen, hoogsegment, laagsegment, om aan daaraan te kunnen voldoen. En in principe kunnen wij die lijn volgen. Zeker daar het gaat om de leefbaarheid in onze kleine kernen. Op dat punt zit echt ook een keerzijde aan die medaille. Want wat betekent voor de leefbaarheid in de kleine kernen wanneer we gaan schrappen in de harde plancapaciteit? Overigens opmerkelijk daarbij is nog wel dat wordt gesteld, nou, nieuwbouw vindt voornamelijk plaats in Hardenberg en Dedemsvaart. U baseert zich daarbij op de woonvisie, dat klopt, dat staat ook in de woonvisie, maar in de woonvisie pagina 14 staat er ook nog een zin voor, namelijk dat er gebouwd wordt wanneer er behoefte is. En volgens mij is dat wel een belangrijke voorwaarde. Goed, een andere vraag gaat over de netto woningvraag en de harde plancapaciteit en de onderprogrammering. In Hardenberg zouden we momenteel op zo'n 69% zitten. En ik hoor graag van het college hoe zij hier tegenaan kijken in relatie tot het schrappen van plancapaciteit. En je zou het ook kunnen vertalen als: wat is nou de nut en noodzaak om nu deze maatregelen te nemen? En een laatste vraag nog, voorzitter. In het onderzoek wordt gesproken over verschillende kwadranten die ontstaan. Hè, door te kijken naar afzetbaarheid en in hoeverre de plannen voldoen aan lange termijn ambities. En die ambities staan in de woonvisie trouwens. Maar er zijn ook een aantal gebieden die zijn toegewezen als kwadrant 0. En dat wil zeggen dat er voor die plaatsen, ik geloof dat Gamsbergen, Gastlanden daar één van is, dat daar nog geen concreet programma onder ligt. En dus kan er niet getoetst worden aan afzetbaarheid en bijdrage aan ambities op de lange termijn. En mijn vraag op dat punt is, ja, is het dan niet wat prematuur om die ontwikkelruimte nu al weg te nemen als u zelf aangeeft dat u eigenlijk niet goed kunt toetsen? Nou, daar wil ik het in de eerste termijn even bij laten. Dank u wel, mevrouw Hof. Dank u wel, voorzitter. Een aantal vragen heeft meneer Breukelman al gesteld, maar ik heb er nog wel een paar over. De ChristenUnie wil graag benadrukken dat in het kader van wonen een aantal speerpunten belangrijk zijn. En ik denk niet alleen voor de ChristenUnie, en dat zijn er voldoende woningen voor alle doelgroepen. Met een focus op minder draagkrachtige startende jongeren en ouderen. Toekomstbestendig wonen en het leefbaar houden van kleine kernen. En dat is ook al voorbij gekomen. En in het kader daarvan is het natuurlijk best begrijpelijk dat een aantal plaatselijke belangen zich zorgen maken over het voorstel dat nu voorligt. Of de tekst die wij straks gaan vrijgeven voor inzage. Want zij zitten natuurlijk ook met van ja, wij zijn een kleinere kern. En hoe blijft onze kleine kern nu leefbaar op het moment als wij niet meer mogen uitbreiden? In het kader daarvan zou ik het fijn vinden als de wethouder even wil ingaan op het creëren van flexibiliteit door het schrappen van plancapaciteit. Hoe dat verband houdt met elkaar. Het tweede is, onder risico staat dat de vaststelling van de structuurvisie brengt geen risico's met zich mee. Echter zullen de risico's bij concrete herprogrammering van genoemde woningbouwlocaties door het schrappen van bestemmingsplannen ook in het kader van de uitvoerbaarheid en contractuele afspraken zorgvuldig in beeld gebracht en afgewogen moeten worden. En dat klopt natuurlijk. Alleen de vaststelling van de structuurvisie is op zichzelf geen risico, maar de uitwerking daarvan in het kan betekenen dat er contractuele afspraken herzien moeten worden of gecanceld moeten worden of afgekocht moeten worden of hoe dan ook. En daar kan natuurlijk wel degelijk een juridisch en zeker een financieel risico in zitten. Daar had ik graag wat meer over gehoord van de wethouder. Even kijken. Nee, de andere dingen zijn al voorbij gekomen. Dank u wel, dat was het voor nu. U ook bedankt, mevrouw Van Hoek. Dank u wel, voorzitter. Goeie vragen. Onze fractie heeft er twee aanvullende vragen over. De onrust die dit stuk heeft opgeleverd bij de plaatselijke belangen, maar ook betrokken inwoners. In hoeverre zijn zij in het voortraject betrokken geweest?
En gaan wij ze helpen in het vervolgtraject om actief mee te kunnen denken wat het belang is voor hun kernen. Want we hebben toch hier vaker gezien dat dat, als zij inkomen spreken, soms op een verkeerd moment in het proces is. Daar wil ik graag antwoord op. VVD. Dank u wel, voorzitter. Veel gras al voor mijn voeten weggemaaid. Ik wil het dan ook vooral houden op proces. Mevrouw Van Hoek haakte daar net ook al even op aan. En ik zit even op het punt van, ja, hoe zit het nu? Hè? We hebben weer een prachtige visie neergelegd. Mooie termen als we willen als gemeente regie houden. Maar hoe zit het nou met de betrokkenheid? Burgerbetrokkenheid, burgerparticipatie. Waar is dat geweest? Ik heb gehoord dat er gisteravond een sessie is geweest. En laten we maar de term damage control daarop gooien wat mij betreft. Is dat de manier van burgerparticipatie zoals we dat als gemeente voorstaan? Of zijn er andere opties om te overwegen? Dus kortom, ik heb nog wat vragen bij dit proces. En wellicht dat we daar eens een nadere toelichting op kunnen krijgen hoe dat zo is ontstaan. Maar ik zou ook als van de collega's willen horen van of dit nu de manier is hoe wij in de toekomst dergelijke processen verder zouden willen doen. Want dit is niet de eerste keer dat we op deze manier de processen neerzetten. Ja, ik ben helemaal voor visies, maar wanneer ga je mensen nu inderdaad betrekken? Dan even inhoudelijk, want ik kan me ook heel goed voorstellen, dat is eigenlijk al gezegd, dat de plaatselijke belangen toch wat geschrokken zijn van het schrappen van grote woningaantallen. U heeft allemaal de brief van Van Gamsbergen langs zien komen, maar ik kijk ook even naar Bergentuin, misschien in mindere mate Slagharen. Hoe moeten we daar tegenaan kijken? Want kijk, ik snap dat er geschrapt moet worden om uiteindelijk ook weer op andere plaatsen zaken mogelijk te maken. Maar is dit niet wat te kort door de bocht? Ten meer ook nog niet exact duidelijk is, als je naar de kwadranten gaat kijken, de heer Breukeman refereerde daar ook aan, bijvoorbeeld Gamsbergen, wat nog in kwadrant 0 zit. Ja, waar is de onderbouwing nu om dit op deze manier te doen? En hoe ga je daar uiteindelijk met de plaatselijke belangen mee om? Dus ik zou daar graag wat antwoord op willen. Dank u wel. Dank u wel, D66, meneer Rodemans. Nou, voorzitter, misschien een korte vraag nog aan de heer Bak. Want hij stelt ook van participatie, hoe gaan we daar nu in de toekomst mee om? En zij een aantal voorbeelden die kennen die in het verleden ook niet goed zouden zijn verlopen. Nou, daar hoort natuurlijk dan graag de voorbeelden van, dan kunnen we daar wat mee. Maar ik stel die eerste vraag ook, want waarschijnlijk zaten we met dezelfde vraag vanmiddag. Alleen als ik dan het antwoord hoor van, er komen nog zienswijzen en daarna is het nog volle ruimte om ook met elkaar in debat te gaan. Dan denk ik dat er wel degelijk ruimte komt voor plaatselijke belangen om hun inbreng te doen. Ja, ik zou trouwens om eventjes... kijk, meneer Bak die stelt een vraag aan u als raad. Het lijkt mij het logisch dat we die vraag gaan beantwoorden als we ook eerst de wethouder hebben gehoord. Want anders dan gaan we over iets praten waar we eigenlijk nog niet van weten hoe het proces gelopen is volgens de wethouder. Dus volgens mij moeten we eerst even alle kanten van het verhaal horen voordat we die discussie gaan voeren. Ik voel toch wel behoefte om even antwoord te geven, meneer de voorzitter. Want wat mij toch nu een vraag stelt, en ja, ik wil daar toch eigenlijk wel even een klein beetje van mijn kaarten prijsgeven dan. Daar is de heer Breukeman natuurlijk op uit. Maar er ontstaat nu natuurlijk een risico op de partij. Ik snap die behoefte. En die behoefte die... We gaan ook straks daar volop de ruimte voor geven. Maar ik wou toch straks eerst eventjes het verhaal van de wethouder horen. Want dat lijkt me gewoon de goede volgorde. Want anders dan gaan we over iets praten waarvan we het antwoord nog niet weten. Dat lijkt me. Maar laten we dan tenminste even antwoord geven en laten we dan luisteren naar de wethouder. U mag straks inderdaad antwoord geven als de wethouder aan het woord is geweest. We waren bij meneer Rodemond. Je zou bijna niet meer durven, hè? Dank u wel, voorzitter. Ja, inderdaad, het schrappen van 500, bijna 500 woningen... heeft in ieder geval onze fractie ook enigszins verrast. CDA rept over gemengde gevoelens. En waar wij inderdaad ook mee zaten is, ja, wat is het effect hiervan op langere termijn inderdaad voor de kleinere kernen? We hebben de reacties ook vernomen inderdaad via een brief die ons is gestuurd, maar ook via de krant. Een mooi artikel in de Stentor daarover kunnen lezen wat dat betreft. En vragen die bij ons opkwamen waren met name gericht op inderdaad dat proces zoals dat tot nu toe bewandeld is. En of dat niet wat beter had kunnen lopen. Bijvoorbeeld, de vraagstukken die opgeworpen worden, die moeten toch te voorzien zijn wat dat betreft. En ineens komt er dan zo'n plan in deze gemeenteraad, voorafgegaan overigens door brieven en krantenartikelen.
waarvan ik toch denk van ja, dit loopt niet helemaal lekker. Dit voelt een beetje top-down, terwijl we inderdaad gewoon steeds weer praten over meer samen doen met je inwoners, meer samen doen met je ondernemers, et cetera. Dus vandaar ook bij ons die vragen, hoe heeft dit tot nu toe gelopen en wat is dan bijvoorbeeld de rol van de provincie, wat is tot nu toe de rol van de plaatselijke belangen en waarom hebben we gekozen voor dit proces, zodat we eigenlijk nu in een technische discussie lijken te belanden die in ieder geval bijna niet meer gaat over woningen. Daarom is eigenlijk ook de oproep om te komen, mogelijk naar aanleiding van zienswijze, maar liever nog naar aanleiding van gesprekken met plaatselijke belangen, dat wil zeggen echte gesprekken, om te komen tot een gedragen stuk dat wat recht doet aan wat meer lange termijnvisies op het gebied van wonen in deze gemeente. Ik vraag daarop in ieder geval een reactie van onze wethouder en ik hoop dat ik ook gelijk een antwoord heb gegeven aan de PVD daarmee. Mooie inkleuring, voorzitter. Goed, gaan we naar meneer Kloekhorst. Ja, dank u, voorzitter. Voorzitter, toen wij een stuk lazen, bekroop bij ons toch een beetje het gevoel van, is dit niet erg laat? Wij gaan nu reageren op de crisis, terwijl we net een beetje omhoog klimmen. Maar goed, dat kunnen we vanavond niet veranderen. Maar het gaf wel het gevoel van, ja, zo gaat dat blijkbaar. Het duurt zo lang voordat er wat komt. Dan even naar het stuk zelf. Het grootste gemis vinden wij, want er staat precies aangegeven wat men in moet leven, maar nergens is te lezen wat er overblijft. Ik kan me voorstellen dat je al heel anders naar een kern toe gaat, dat ze weten van nou, we moeten zoveel inleven, maar er is nog werkelijk capaciteit om wat te bouwen. Dat maakt voor ons de discussie al heel anders. Dan nog een punt wat mij eigenlijk wel een beetje, ja, waar ik een beetje blij van werd. De grote discussie over de miljonairswoningen stopt naar mijn gevoel een beetje. Ik zie de wethouder twijfelen, maar ik geloof goed niet dat hij de miljoenen aan kan leveren. En we kunnen ook moeilijk allemaal burgemeesters benoemen. Eén is genoeg hier. Dan tenslotte een opmerking, als er nou even op in kan worden gegaan, van wat betekent deze herstructurering nu precies voor bijvoorbeeld het bouwen van de kloosterwoning in Sipkelo. Het sociale deel is gespaard, maar het plan voor de kloosterwoning zit nog in de pijplijn. Dat was het in eerste instantie. Dank u wel. Tot slot, Partij van de Arbeid, meneer Jonkans. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, er is al heel veel gezegd en ik ga ook absoluut niet alles herhalen van wat ik zelf daar ook van vond. Maar ja, wij missen wel in het stuk eigenlijk een beetje een concrete aanleiding. Ik bedoel, als ik de regels van het herprogrammeren van de provincie voor de geest haal, en komt Hardenberg wat dat betreft niet in het oranje of in het rode gebied. Dus waarom is dit eigenlijk zo? Waarom doen we dit? Wat ik me wel zou kunnen voorstellen, en er wordt ook heel sumier aangegeven van dit moet ruimte geven voor nieuwe initiatieven. Maar dat wordt even, ja, wat vrijkomende boerderijen en binnenstedelijke dingetjes wordt in een half zinnetje genoemd. En verder wordt er weinig perspectief geschetst voor bezorgde burgers en ook bezorgde plaatselijke belangen. Dus ik zou wat dat betreft daar willen vragen of de wethouder daar iets meer op in zou willen gaan. Oké, nou een hoop vragen. Hopelijk ook een hoop antwoorden. Het oude prins. Voorzitter, laat ik beginnen met het proces. Enkele weken geleden hebben we in het college deze stukken vastgesteld. Onder voorbehoud natuurlijk van instemming, raad, na verloop van inspraak. Toen hebben we aangegeven dat we de plaatselijke belangen vroegtijdig zouden informeren dat we hiermee bezig zijn en dat er nog een heel traject komt met inspraak enzovoort en gesprekken. Achteraf, moet ik zeggen, hadden we dat beter anders kunnen doen. We hebben die brief gestuurd, die was op zich was die heel erg duidelijk, maar als je de structuurvisie aan zich niet hebt, heb je iets te weinig context. Ja, en dat is
nou, laat ik maar gewoon zeggen, niet handig geweest. We hebben van twee plaatsen belangen reacties gehad. En toen hebben we ook gezegd, nou laten we gewoon alle plaatsen belangen die het betreft, laten we die uitnodigen. En laten we de structuurvisie, de achterliggende gedachte gewoon, in een zaal met alle plaatsen belangen die het betreft uitleggen. En dat is gisteravond gebeurd. En ik zal niet aangeven wat de bevindingen waren, want ik zal vastgekleurd zijn. Maar ik kan wel zeggen dat menigeen heel tevreden was over de uitleg. Of ze over de uitkomst ook tevreden zijn, dat is misschien wel een ander verhaal. Maar dat zien we tijdens de hele inspraakperiode wel. Dus we hebben gisteravond ook gezamenlijk daar geconcludeerd. We hadden beter die bijeenkomst eerst even kunnen houden en dan de brieven kunnen uitreiken. Maar dat is niet gebeurd. En dat is jammer, dat heeft bij sommigen toch wat onrust gegeven. En misschien is die onrust er nu nog wel na gisteravond, maar de reacties waren niet dusdanig. Dus kortom, het vervolg van de procedure is dat iedereen nog volop in beeld komt. Meneer Rodemond, ja? Wil even tussendoor een vraag stellen. Dat mag even. Dank u wel, voorzitter. Dan bekruipt mij weer de vraag. Als dit proces toch anders had kunnen lopen in uw visie, had u dan niet, voordat er überhaupt een voorstel zou komen voor het schrappen van plancapaciteit, eerst het onderzoek bijvoorbeeld bespreken met de plaatselijke belangen, zodat je het probleem aan zich op tafel legt en dan met elkaar gaat nadenken over mogelijke oplossingen, voordat je met een mogelijke oplossing in gesprek gaat met plaatselijke belangen. Dat is dat hebben we dus gisteravond gedaan en die brief en die avond, die hadden we een andere volgorde. Maar dan ligt er toch al een stuk op tafel waarbij we zeggen van we schrappen in ieder geval 500 woningen. En dat is natuurlijk een antwoord op een probleem voordat je gesproken hebt met betrokkenen. We geven aan in het document wat hier ligt, ja, dat wij een stukje voorzienbaarheid willen creëren naar de toekomst toe, waarbij we bestemmingsplannen gaan wijzen. Maar of dat ook allemaal in die mate gebeurt, dat is nog maar de vraag. Alleen de plannen waar de ondergrond van onszelf is, daar kunnen we makkelijker iets doen, maar natuurlijk in samenspraak met plaatselijk belang, dan daar waar de ondergrond van derden is. Er zijn ook een paar projecten bij waarbij wij niet over de grond zelf beschikken, waar contracten liggen met ontwikkelaars. Maar we hebben voor de vorm gekozen, eerst plaatselijk belang informeren, daarna vragen of de raad het goed vindt om met dit verhaal de boer op te gaan, op te halen en dan te kijken van wat is duidelijk. Daar hebben wij voor gekozen, daar heb ik op zich ook niet zo'n spijt van. Alleen wat ik jammer vind is dat we aan het begin de volgorde beter hadden kunnen omdraaien. Eerst informeren en de brief meegeven. Maar goed, dat is wat lastig te herstellen. Dat hebben we gisteravond gepoogd en mijn beleving is dat gisteravond aardig gelukt is. Voor u verder gaat, mevrouw Van den Hoek heeft u nog een vraag. Dank u wel, voorzitter. U heeft nu in het betoog een aantal keer aangegeven dat het wat ongelukkig was dat u op die volgorde de inwoners informeert. Dat hebben we hier vaker gehoord. En bekruipt mij wel het gevoel dat we daar dus niet van leren. Nou, we hebben 6 weken ter inzagelegging waarin we dan gaan praten met inwoners. Zou het wenselijk kunnen zijn dat die termijn langer wordt? U heeft een volle agenda, dus wordt dat dan tussendoor gepropt? Hoe moeten we dat dan zien? Het ligt nu ter inzage, u kunt schieten en daarna komen we ergens mee. Want u kunt natuurlijk wel iets herstellen door wat langer tijd te nemen, lijkt mij. Ik heb die behoefte gisteravond bij plaatselijk belang niet geproefd. Echt niet. De opvatting was, als we deze uitleg hadden gehad, zei in plaatselijk belang, hadden we de brief helemaal niet hoeven schrijven. Dus het is net in die combinatie van die twee zaken en het stuk niet mee, omdat die structuurvisie die is niet meegestuurd. Dus de achtergronden waren wat beperkt in de brief verwoord. Dus dat is niet goed gaan. Maar in verlenging van het proces, een structuurvisie moet je zien, net als in de vorm van een bestemmingsplan. Ja, waarin je zegt dat je bepaalde, in de structuurvisie geef je meer voornemens aan, in een bestemmingsplan leg je het vast. En in die fase zijn we nog niet. Dat komt straks nadat de structuurvisie is vastgesteld, heb je een kader aangegeven en dat probeer je binnen bestemmingsplannen te effectueren. En het is maar de vraag of dat in alle 100% lukt. Voorzitter, dat deel snap ik wel en daarom zit ik aan deze kant. Wat ik u vraag is, wij horen hier vaker dat de informerende actie naar de inwoners toen misschien wel anders had gekund, niet een schoonheidsprijs verdient. Dus u geeft aan dat u gisteren in uw beleving heeft opgemerkt dat er geen problemen zullen zijn en als het brief eerder was geweest, whatever. Dat zou ik graag als raadslid van de plaatselijke belangen ook willen horen of zij het zo hebben beleefd.
alvorens ik zomaar iets vrijgegeven waar misschien straks heel veel werk uit voortkomt. Ja. Voorzitter, voorzitter, wordt hier twee keer een stelling gedeponeerd. Daar zou ik dan ook graag de voorbeelden bij horen. Voorzitter, ik wil er misschien wel even op reageren. Ik zeg ook maar heel eerlijk, kijkt u naar de tribune, kijkt u naar de inspraak, plaatselijke belangen, alle 9 die er gisteravond wel waren, zijn er nu niet. En de consequenties die ik er misschien aan verbind zijn misschien anders, of de conclusies die ik eraan verbind zijn misschien voor u anders. Ja? Maar ik stel voor, voorzitter, dat het proces lopen zoals we dat in de regel gewend zijn om te lopen. Burgers zijn ook, en dat hebben we gezien de afgelopen dagen, als er, en dat had beter gekund, nogmaals. Maar zijn best gewend om ons op te zoeken, u op te zoeken, als zij graag een inbreng en willen hebben. Dus wat mij betreft zou ik zeggen, de procedure doorlopen zoals die nu is gegaan. En wij hebben gerepareerd dat wat niet helemaal goed is gegaan. Daarvoor excuses gemaakt aan de plaatselijke belangen, dat hadden we wat onrust kunnen voorkomen. Voorzitter. Deze structuurvisie, u heeft daar met verschillende bewoordingen op gereageerd in de zin van, ja, waarom doen we dat eigenlijk? Wat is nou de noodzaak van het herprogrammeren van woningaantallen? Ik zal proberen dat uit de doeken te doen. Bij het maken van deze structuurvisie was er sprake van een harde plancapaciteit in onze gemeente voor woningen, zeg maar van 1000 woningen afgerond. We hadden prognoses, de Primos-prognose, die ging over 1920 woningen. Kortom, een forse onderuitputting. We zouden dus nog afgerond een 900 woningen mogen toevoegen. Dat was de prognose die een paar jaar geleden is gemaakt, waarop we woonafspraken met de provincie hebben gemaakt. Ondertussen is de wereld behoorlijk veranderd voor wat betreft de woonafspraken die we in concept klaar hebben met de provincie. En die gaat over Primos, dat is de prognosetechniek die in dit land voorgeschreven is. Primos 2016. Primos 2016 zag er voor de regio van 10 gemeenten hier in dit gebied in Noordwest-Overijssel in zijn totaliteit ongeveer hetzelfde uit als de vorige Primos-prognose. Alleen de verschillen naar individuele gemeenten toe was nogal significant. Zo kwam Hardenberg er voor die prognose uit, en ik doe het even op afgeronde getallen, met plusminus 1400 woningen. Dat is dus een verlaging van 500 woningen. En zo waren er nog een paar gemeenten die behoorlijk getroffen werden door de nieuwe Primos-prognose. We hebben proberen te achterhalen hoe dit kon, maar Primos is toch voor velen een black box. Je stopt er iets in, ja? Er zijn allerlei variabelen en er komt iets uit. Dat was 1400 woningen voor ons. En we hebben met verschillende gemeenten, samen met de provincie, zijn we in gesprek gegaan. Want in de regio moet je eruit zien te komen met elkaar. En als je er niet uitkomt, is de provincie de scheidsrechter. Er ligt op zich niet een leidende rol voor de provincie, maar als regio moet je eruit zien te komen. En toen hebben we kunnen regelen met z'n allen, en daar hebben we een meerderheid voor gekregen, en iedereen is het daar ook uiteindelijk mee eens geworden, dat we de afgelopen 5 Primos-prognoses hebben genomen, dus elke keer met 2 jaar ertussen en dan terug, en daar het gemiddelde van, en daarmee kwam Hardenberg op een 1500 woningen, ruim 1500. En we hebben ons steeds af moeten vragen, is die prognosetechniek wel ladderproof? Want als je met een bestemmingsplan bij de Raad van State komt en er wordt gezegd, jullie prognosetechniek is niet ladderproof, hè? We hebben het al vaker gehad hier over de ladder, dan heb je het paard nog achter de wagen. Dat hebben we uit laten zoeken door een gerenommeerd bureau, en die zegt, nou, dit wordt in de regel, als je het als regio maar erover eens bent, wordt dat als ladderproof gezien. Toen hebben we nog een variatie erop bedacht van plus of min 10%. En wij zijn natuurlijk alleen geïnteresseerd in die plus 10%. En wij mogen 10% boven die ruim 1500 gaan zitten, onder bepaalde voorwaarden als het gaat over binnenstedelijke inpassing, binnenstedelijke woningbouw. Kortom, daar waar in dit stuk, want ik kon dat niet anders maken nog op dat moment, omdat we nog geen getekende overeenkomst met de provincie hebben, waar nog sprake is van 1920 in deze, zal in de volgende sprake zijn van ruim 1500 met eventuele ophoging van die 10% voor binnenstedelijk. Dat betekent,
had een plancapaciteit van 1000 plus 400 Marslanden die eraan zitten komen, hebben we bijna onze ruimte verbruikt. Ja, en wat betekent dat in concreto? Volgens mij stelde de heer Kloekhorst daar een terechte vraag. Wat betekent dit voor Sipculo? Als wij niet plannen uit de roulatie gaan nemen, plannen die op de korte termijn niet in ontwikkeling komen, als wij die niet weg gaan halen, dan lopen plannen als Sipculo, maar ook kleine plannetjes in het centrum van Gramsbergen, omtunnen van winkels naar woningen, omtunnen van boerderijen naar woningen, dat loopt dus allemaal gevaar, want dan kan dat niet meer. Ja, want dan hebben we onze capaciteit gewoon opverbruikt. Daar moeten we ons terdege van bewust zijn. Een tweede argument, dus de noodzaak is omdat we minder prognosewoningen krijgen toegewezen, zeg maar. Een andere is, in het verleden maakten we een bestemmingsplan voor Klooster Haar, om maar eens een voorbeeld te noemen, en dat ging dan over 80 woningen. Dan wisten we wel, dat gaat 20 jaar duren. En toch zetten we dat in één bestemmingsplan, want dat was handiger, dat was ook goedkoper en niemand had daar problemen mee. Maar in dit land, ook door de crisis, hebben we die lange planhorizon hebben we in moeten korten naar 10 jaar. De ladder gaat over maximaal 10 jaar plancapaciteit. Daarnaast, en daar heb ik u bij de nota grondexploitatie aan het eind vorig jaar in november ook laten weten, dat de BBV de richtlijn heeft aangepast dat grondexploitaties nou mogen gaan over een maximale planperiode van 10 jaar. Kortom, er is sprake ook van een systeembreuk, ja, dat je nu alles terug moet akkeren na 10 jaar. En er zijn nu... Kan ik al een vraag ter verduidelijking zetten? Ja, ga ik gaan. De vraag die... U zegt nogal wat, hè? Trendbreuk, tijdbreuk, het gaat nu anders. Capaciteit wordt aanzienlijk minder. U zegt ook van, eigenlijk zijn we in Hardenberg, ik zeg maar even heel plat, bijna aangewerkt. We hebben nog maar beperkte ruimte de komende 10 jaar. Dat houdt ook om nieuwe bestemmingsplan woningen in het bestemmingsplan toe te voegen. Ja. Beperkte ruimte, laten we zeggen, 250, 350 in aantal. Nou, dat halen we niet eens. Nou, als we uitgaan van die 1750, hè, of 1650. Ik ga uit van 1550. De rest moet nog toegewezen worden. Gaan we uit van 500, dat is 100, 150 stuks dat we dan nog vrij zouden kunnen invullen. Kijkt u daar op die manier ook nu anders naar Marslanden 2? Nee. Ik kijk op dit moment niet anders naar Marslanden 2. Want met een uitgiftepatroon zoals wij die geraamd hebben, en de werkelijkheid zal uitwijzen of het ook klopt, van 60 woningen per jaar zit je met een jaar of 6, ben je daar ook aangewerkt. Ja, en dat is toch wel zo'n beetje de ruimte die we in plannen geven. Dat begrijp ik, maar u zegt daarmee ook wel wat voor de rest van de gemeente. Ja, maar dat zie je ook, en dat zal ik straks ook toelichten. Ja, want er was een vraag, wat is er nou overgebleven nog in de verschillende kernen? En dan kom ik daar wel even op terug. Maar als ik weer eventjes kijk naar de ruimte die wij nog hebben, dan moet je je voorstellen, dan liggen er kavels, er liggen er bestemmingen, zeg maar, hoeft niet eens kavels te nemen, liggen er bestemmingen die de komende jaren niet benut zullen gaan worden. En die grond is wel bestemd, telt dus mee als harde plancapaciteit en kansrijke projecten. Denk hierbij aan appartementen in het centrum. Die kunnen we niet uitvoeren. Denk daarbij aan, nou, bijvoorbeeld een school ergens in het dorp die leeg staat, waar een initiatief komt dat ze daar graag 6 of 7 appartementen in willen maken. Dat soort dingen kunnen we dan niet honoreren. En we hebben gemeend, zo hebben we dat gisteren ook uitgelegd, dat de bestemming eraf gaat van onze eigen gronden. Dat wil niet zeggen dat we de gronden verkopen. Mocht op een moment in een kern, stel Gramsbergen, dat ze na 5 jaar zeggen, we hebben onze plancapaciteit is bijna op. Op dat moment kunnen we weer een bestemmingsplan lopen, maar dan niet meer voor die grote aantallen, maar voor aantallen waarvan je zegt, en dan kom ik weer bij die 6 jaar of zo, die je in 6 jaar weer opsoupeert. Dat is de nieuwe beweging die we eigenlijk moeten gaan maken. Dat hoeft in het verleden niet, omdat we heel ruim konden plannen. Dat zullen we nu toch veel op kortere termijn moeten gaan doen. Er leven wat vragen hier en daar. Mevrouw Hof was de eerste en dan meneer Rodemond. Dank u wel, voorzitter. Hij is al een beetje beantwoord, maar even voor alle duidelijkheid. Dat betekent dus op het moment als er woningen, als we door onze capaciteit heen zijn, als we aan onze max zitten, maar er blijken woningen nodig te zijn vanwege, maakt niet uit, een grote toestroom van een aantal jonge gezinnen, noem maar, dat er dan wel ruimte is om daar toch voor te gaan bouwen.
Ja. Of we moeten daar geen grondposities hebben in die kern. Ja. Maar als ik het even over deze 9 specifieke kernen heb. Ja. Nou, ik vind Lutten zelf wel een mooi voorbeeld. In Lutten hebben we zachte plancapaciteit liggen voor 20 woningen. Maar Lutten heeft ook posities van beter wonen. Lutten bouwt, heeft posities overgenomen van beter wonen. Waar vanuit die coöperatie er nu een hele serie woningen ontwikkeld gaan worden. Daarnaast wordt de gymzaal binnenkort afgebroken. En de corporatie uit Lutten heeft gevraagd, mogen daar woningen komen? Nou, inbreiding, super. Veel beter dan een weilandgebied. Dus ook die 3 of 4 woningen die er komen, zullen zo gauw de sportzaal die is afgebroken, komen we daarmee op de markt in welke vorm? Dat weten we niet. Ja, dus aan de ene kant wel even die 20 woningen voorlopig geen harde plancapaciteit van gemaakt. Maar er ontstaat wel een ruimte voor 12 woningen. Nou, zo zou ik de Krim kunnen noemen. Zo zou ik naar Sipklo kunnen kijken. Zo kijk ik ook naar Gramsbergen. Want Gramsbergen ligt een plan gemeentewerf. Die zouden we niet uit kunnen voeren als we niet ingrijpen. Zo liggen er ook nog wat verzoeken van middenstanders die in dat stadje Gramsbergen hun pand niet meer bezet krijgen van, mogen we er een woning in maken? Zo hebben we verzoeken van agrariërs die willen stoppen van, mag er een woonbestemming op? En als je aan bepaalde voorwaarden genoeg, mogen er 2 woningen in? Ja, dan zouden we al dat soort zaken zouden we niet kunnen realiseren. Ja? Maar de ruimte, en dat heb ik gisteravond ook gezegd, van een voorbeeld, bijvoorbeeld Bergentheim, die is nogal geschrokken, want er is jaren niet gebouwd, er ligt een behoorlijke plancapaciteit bij een ontwikkelaar. Nu heeft die ontwikkelaar deels besloten om kavels uit te gaan geven, nu wordt er opeens gebouwd. En dan komt de gemeente en die zal de hele plancapaciteit weghalen. Nou, de hele plancapaciteit die gaat niet weg. Er zijn vooralsnog, met alles wat er nu verkocht is, zijn er zo'n 20 kavels nu nog beschikbaar. Maar we gaan ook nog onderhandelen met de ontwikkelaar. En het zou best kunnen zijn dat we zeggen, nou, als we even 6 jaar vooruit kijken voor Bergentheim, hoeveel zou het dan moeten liggen? En dan is misschien die 68 woningen worden misschien 48 woningen. Ja, want we willen wel elke keer even kijken wat is nou de planhorizon en wat denken we dat je voor de komende tijd nodig hebt. En als we de gronden zelf in positie hebben, nou een ontwikkelaar zal hetzelfde belang hebben als wij, die heeft alleen maar belang bij een bestemmingsplan wonen, zodat hij uiteindelijk toch zijn middelen binnen krijgt. Dus het is, we hebben het er ook met 1920 woningen niet op aan willen laten komen. En zeker met die 1550 woningen willen we het er niet op aan laten komen, dat we straks hartstikke klem zitten. En bepaalde verzoeken, ja, vooral voor specifieke doelgroepen, niet zouden kunnen honoreren. Ja? Dat is echt het thema en daar hebben we toch die structuurvisie voor nodig, om ook voorzienbaarheid te kunnen creëren. En dat moet het straks landen in bestemmingsplannen, oftewel in gewijzigde bestemmingsplannen waar een deel van de capaciteit wegvalt. Meneer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Ja, blijft bij mij wel de vraag enigszins leven, bij de kleine kernen er vooral ingegaan lijkt te worden op een actuele vraag met wat kleinere aantallen woningen. Waarbij ogenschijnlijk de zorgen van die kleinere kernen zich met name op de langere termijn bevinden. Hoe kunnen we plannen voor de lange termijn zodat we onze jeugd behouden? Hoe we nieuwe mensen hier naartoe kunnen trekken om die leefbaarheid voor de komende tientallen jaren te kunnen garanderen? Heeft u daar een oplossing voor dan? Kijk, je moet even het onderscheid maken tussen Hardenberg, Dedersvaart en de andere kernen. Hardenberg is een kern met streekfunctie, mag woningbouw opvangen, mag woningvraag opvangen voor de hele regio. Ja? Dat is zoals het bedoeld is. Dedersvaart is bovenlokaal, ook voor een regio, maar een kleinere regio. Alle andere kernen, daar moeten we een woningbouwprogrammering maken om de lokale woonbehoeften op te kunnen vangen. Ja, de lokale, en daar kun je getallen onder hangen van woningverdunning en bevolkingsgroei, autonome bevolkingsgroei. Ja, dat als wij kavels of als een ontwikkelaar woningen gaat verkopen, dat wij niet kunnen controleren en een verbod uit kunnen spreken als er iemand vanuit een andere gemeente dan wel uit een andere kern naartoe gaat. Ja, dat zij zo. Maar we kunnen in onze ramingen kunnen we niet zeggen van een kern met 2200 inwoners, dan moet nu een bouwprogramma komen te liggen van 100 woningen. Dat ga je niet waarmaken voorlopig. Dat het misschien over 20 jaar wel een toevoeging is van 100 woningen, ja. En daarom zeg ik ook, laten we nu zorgen dat we kort op het planningsproces zitten. Wonen was bijna nooit een thema voor plaatselijk belangen, omdat het altijd wel kon. En we hebben gisteravond ook geconcludeerd dat het in de overleggen met plaatselijk belang de komende jaren nu een vast thema gaat worden. Ja, ook vanwege de methodiekwijziging, zeg maar.
Er zijn nog een paar vragen. Meneer Rodemond, nog één aanvullende vraag. Dan is meneer Jonkans en dan is meneer Breukeman. Wat mij betreft, voorzitter, is het dezelfde vraag. Want mijn vraag gaat erover. Er zijn dus zorgen, blijkbaar, bij de plaatselijke belangen van de kleinere kernen over de lange termijn. En u geeft aan dat dat in ieder geval qua antwoord niet ligt bij het woningprogramma. Helder. Maar heeft u een antwoord op die zorgen dan wel? Bijvoorbeeld. Ja, nee, maar ik heb het volgens mij net al beantwoord door te zeggen van als de woningcapaciteit dreigt op te raken, de plancapaciteit, dat je dan weer probeert om een x-aantal jaren binnen de planningscope vooruit te kijken, om te kijken kunnen we dan weer gronden die we hebben, kunnen we die weer van het goede bestemmingsplan voorzien. Dat is het mechanisme wat moet gaan lopen. En ja, nu 20 jaar vooruit kijken vind ik wel erg veel. Ja, want rond 2035 zien we ook in onze gemeente de beweging van de stabiliteit in het inwoneraantal. Ik wil nog niet zeggen dat het aantal huishoudens niet kan groeien. Dus de bomen blijven ook niet tot in de hemel groeien. Laten we dat ook even tegen elkaar zeggen. Maar als er een vraag is uit de kern voortkomend, dan hebben wij voor ogen om het mechanisme zijn werk te laten doen zoals ik hem zo pas schetste. Naar aard en schaal van de kern die het betreft. Genoeg voor meneer Rodemond, knikte die dan naar meneer Jonkans. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we krijgen nu wel heel veel context waarvan ik toch dacht van, goh joh, dit is toch wel zeer relevant voor de besluitvorming en voor mensen om kennis van te nemen. En wellicht ook had u daarmee bij voorbaat al heel veel onrust kunnen voorkomen. Bijvoorbeeld die discussie rondom Primos. Het lijkt nu net een beetje alsof gisteren die nieuwe cijfers zijn binnengekomen. Maar volgens mij is dat niet helemaal zo. En zat er ook wel zoiets aan te komen. Dat zou je kunnen voorspellen aan de hand van de afgelopen crisis. Dus er zou er ook met scenario's hadden kunnen gewerkt of een bepaalde onzekerheid ingebouwd. Met andere woorden, ik begrijp niet waarom nu eigenlijk een stuk voor ligt wat van foute gegevens uitgaat. Terwijl er heel veel context is en die ook heel goed uitleg is. En dat doet u ook beeldig daar niet van. Maar ik vind het wel jammer dat het er niet in staat. En dat wil ik toch wel even gezegd hebben. Nee, maar ik denk dat u een hele terecht opmerking maakt. Maar dat is ook de afweging geweest die ik gemaakt heb. Kan ik nu met informatie komen wat nog niet vastgesteld is binnen met de 10 partners? We hebben wel allemaal mondeling gezegd, daar gaan we mee aan de slag. Maar er zijn ook nog raden die daar, als je capaciteit behoorlijk inlevert, ja, terwijl die primo's redelijk hoog is, maar je levert capaciteit in, hebben sommige bestuurders nog wel iets uit te leggen aan de raad. Dus ja, ik weet niet of hij voor 100% dicht is, omdat wij nog niet met z'n allen getekend hebben voor die woonafspraak. Dus ik vind het wat lastig om iets wat nog geen vastgesteld beleid is voor de komende 2 jaar... met onze partners in de regio, om daar nu net te doen alsof dat al definitief is. Ik ga er wel vanuit dat die definitief is, maar er moeten nog een paar stappen ingezet worden in de besluitvorming. Nee, maar tegelijkertijd gaat u al wel een hele exercitie doen om een hoop te schrappen. Ja, omdat waardoor dus wel onrust ontstaat. Ja, maar omdat ik één ding zeker weet, als we de primos, dit is gegevens die we er nu uit hebben weten te slepen, de aantallen die er nu in zitten, die zijn redelijk hoog ten opzichte van de feitelijke primo's-prognose, want die is een paar honderd woningen lager. Ja, dus ik weet één ding zeker, de noodzaak om wat te doen is zo duidelijk als maar kan. Ja, als je echt terug zou keren naar primo's 2016, zit je op 1450 woningen, dan weten we één ding zeker, dan hebben we al te veel. Ja? Dus dat is mijn overweging geweest. Maar ik kan me heel goed voorstellen als straks dit stuk gaat in omloop, dat we tegen die tijd precies weten hoe die woonafspraken eruit komen te zien, dat natuurlijk wordt bijgevoegd. Maar dat laat onverlet datgene wat we hier van u vragen en wat we ook van de bevolking vragen om daar een oordeel over te hebben. Ja? Alleen de motivering wordt dan iets scherper. En daar ben ik met u eens. Ja? Meneer Gemming, welkom. Het woord is aan meneer Breukeman en dan meneer Bak. Ja, dank u wel, voorzitter. Als ik de wethouder hoor, dan hoor ik hem eigenlijk een vlammend betoog houden. Nou, dat siert omhoog en dat betoogt eigenlijk in op 3 aspecten. Dat is het systeem. Dat is datgene wat nu nog aan kansen overblijft in de kernen en richting de toekomst, de flexibiliteit en ook de kansen die daar toch ook blijven liggen.
Nou, dat het voor het eerste deel, dat systeem, dat dat wat lastig is misschien om dat op te schrijven terwijl het nog niet helemaal definitief is. Nou, dat begrijp ik wel. Maar is het niet een gemiste kans, vraag ik via u, voorzitter, om als wij dit stuk ter kennisgeving, aannemen en ter inspraak leggen, om daar nou eens helder in te beschrijven wat zijn nou de overgebleven plannen in de kernen? En ook even daar heel helder in neer te zetten dat u dit doet vanwege flexibiliteit, dat u wat minder ver in de toekomst kijkt, maar dat het wel kansen blijft geven voor de kleine kernen. Want dat is denk ik voor iedereen hier van wezenlijk belang. Dus zou het niet goed zijn om ook dat verhaal waar u nu zo'n vlammend betoog voor houdt, om dat ook terug te laten komen in een stuk? Want dat hebben wij wel een beetje gemist. Nou, dan zou het eerder in een oplegnotitie, want dat hoort op zich vind ik niet in de structuurvisie thuis. Maar we zouden best, ons uiterst best even kunnen doen om in twee A4'tjes uw vraag en een deel van die motivering even mee te nemen. Okay, ja. U geeft in het raadvoorstel natuurlijk ook de benodigde argumentatie, dus misschien zou het daar ook mee in kunnen. Precies. Ja. Ja. Meneer Bak. Ja, mijn vraag sluit er wel bij aan, voorzitter. Ik wil hem toch eigenlijk nog even wat breder neerleggen. Want volgens mij hebben we hier best wel een essentiële discussie voor. Het gaat hier niet zozeer alleen om de harde plancapaciteit, maar het gaat hier ook over leefbaarheid van de kleine kernen. Want die wordt door ook de nieuwe inzichten behoorlijk geraakt. Als ik mijn verhaal even af mag maken, in perceptie van de kernen sowieso. Hè, want daardoor is, denk ik, ook gisteravond de plaatselijke belangensessie hier geweest. En hebben plaatselijke belangen ook gereageerd op de manier zoals ze gereageerd hebben. Ja. Dus het lijkt mij wel degelijk relevant om goed, en daar sluit ik aan bij de heer Breukeman, uiteen te zetten hoe het proces nu loopt. Wat nu de consequenties zijn per kern en hoe een kern daar ook op een goede manier mee om kan gaan. En volgens mij is die behoefte om dat in het raadsvoorstel te hebben. En ik heb nog een aanvullende vraag en die houdt me toch wel bezig, want die raakt de discussie volgens mij meer in de breedte. Er wordt ingegrepen in kwadrant 0 en kwadrant 4. Waarom worden er geen keuzes gemaakt in kwadrant 2? Want dat zou ook nog een optie kunnen zijn om in de breedte meer ruimte over te houden. Ja, nou, dat onderzoek is al even geleden, dus dat heb ik zo 1, 2, 3 niet paraat. Maar ik zal zorgen dat dat bij de verslaglegging komt. We hebben ervoor gekozen om plannen waar nou geen planinvulling is, zeg ik maar even. En als er planinvulling zou zijn, zou het een plan zijn voor de korte termijn. Maar als je zoals Gramsbergen nog 70 kavels te vergeven hebt, ja, en dan moet je rekenen, dat is toch bij het gemiddelde van Gramsbergen, is dat toch 5 tot 7 jaar. Ja, dat je dan een plan wat daarna komt, dat je daar nog geen concrete invulling aan hebt, dat is vrij logisch, omdat je niet weet wat de woonbehoefte op dat moment is. Ja? Hetzelfde geldt voor Brandsveen in tweede fase. Ja? En zo hebben we nog wel een paar van die zaken. Dus 0 en 4 die zijn duidelijk. En 2 zal ik in de beantwoording, of in het verslag, zal ik daar een antwoord op laten dichten. Dat wordt al meegeschreven, zie ik. Als wij deze ingreep doen en met deze aantallen, dan betekent het dat we bijna zeker kunnen zijn, mits instemming natuurlijk, van 267 woningen weg. Want dat zijn onze eigen exploitaties. En dan blijven er een serie over die wat lastiger zijn. Ja, harde plancapaciteit van ons, dat is 267. En er zijn een paar die van anderen zijn. En daar zullen we in overleg moeten treden met partijen. Heeft dat financiële risico's? Op het moment dat je iets met het bestemmingsplan gaat doen, kan dat financiële risico's inhouden. Maar goed, daarvoor voeren we juist die gesprekken met de ontwikkelaars. En die zullen altijd geborgd willen hebben dat ze op enig moment met hun gronden aan de beurt komen. En dat kan er dus in uitmonden dat je aanvullende afspraken maakt. Dus het bestemmingsplan gaat er maximaal voor zoveel jaar af. En daarna komt hij terug. Maar die zet dan afspraken en die komt dan vanzelf langs. We proberen natuurlijk de financiën tot een minimum te beperken. Als ik even mag, voorzitter, want dat is natuurlijk wel zo. Kijk, ik kan me voorstellen dat een ontwikkelaar er niet per se gelukkig van wordt. Dat als hij had gedacht dat hij in 2017 kon begonnen met bouwen, even als voorbeeld. Dat de boodschap nu is, ja, dat kon wel eens 2027 worden. Dat raakt hem natuurlijk ook in zijn portemonnee. Daar zou je iets voor terug willen zien. Ja, maar dan gaat u uit van dat soort extreme verschillen. Maar als een ontwikkelaar weet dat hij gemiddeld 5 woningen per jaar bouwt in een bepaald dorp, en heeft nog 65 kavels liggen, dan kun je hem in zijn planning zetten op 6 of op 7. Dan zeg je, doe dat eens keer 5 jaar, dat is 35. Dan halen we het resterende even eraf en wij doen de toezegging dat het bestemmingsplan er weer opkomt op het moment dat. En dan krijg je al heel andere verschillen met elkaar. Ja? Ja, maar het betekent wel dat er financiële consequenties zullen zijn. Oh, dat wil ik nog zien. Het zou best zo kunnen zijn dat,
ik durf mijn hand niet voor in het vuur te steken, maar dan kun je ook een afweging maken om van een bestaand plan van onszelf nog een keer een hapje af te halen, om dan daar maar geen geld aan uit te geven. Ja? Ik ben nog niet voornemens om daar 1-3 middelen voor uit te trekken. Kijk, het lastige is Marslanden, 96 appartementen die nooit gebouwd gaan worden, waar 20 grondgebonden woningen voor terugkomen. Ja, daar zou ik niet graag voor willen betalen. Ja, dat betekent nogal wat. Maar een ontwikkelaar, in dit geval de curator, zal toch zelf ook een keer in moeten zien dat die 96 appartementen, dat gaat hem nooit worden. Nou, misschien is 20 woningen dan wel heel mooi op dit moment. Dus ja, en dat zijn dingen die misschien wel even tijd kosten. Maar de 267 woningen van onszelf, die kunnen we op zeer korte termijn, kunnen we die middels een bestemmingsplanwijziging effectueren. Dat geeft ons in ieder geval weer ruimte voor de plannen zoals die net zijn langsgekomen. Dus de financiën zou ik tot een minimum willen beperken. En ik kom daarvoor altijd bij u terug. Want je vindt dat keihard terug ook in je grondexploitatie. Dus kortom, de grote kernen worden, worden kavels weggehaald. Maar niet weggehaald in de zin dat ze niet terug kunnen komen. Maar daar gaan we de planningscope aanpassen. Dat doen we in de kleine kernen. En een van de belangrijke dingen is, daar waar vraag is, proberen we. En vraag op het niveau van of Hardenberg of Dedenswaard of in de kleine kern. Dus lokaal in de kleine kernen. Daar zullen we ons uiterste best doen om daar aan die vraag te voldoen. Dat verandert niet, dat zou ik ook zo niet kunnen veranderen, want u heeft uw beleidsuitgangspunten, heeft u mij meegegeven in de woonvisie. Even kijken. Volgens mij effect op langere termijn heb ik gehad. Ja, nu reageren op de crisis, ja, dat vind ik wel een hele aardige van op koers. Zo hebben wij ook gereageerd. Er is nu volop vraag en nu gaan we allerlei maatregelen in. Maar die zijn er natuurlijk ook al midden in de crisis met een ladder duurzame verstedelijking genomen. Maar nu zie je dus dat op grond van allerlei commissies, de commissie De Pla die de BBV op 10 jaar heeft gezet, ja, zie je dat er allerlei uitwerkingen komen. En als je het aan de markt vraagt, die zeggen je zou 130% plantcapaciteit moeten hebben, want een deel van de plannen gaat hem toch nooit worden. Als je het aan de geleerden vraagt van de adviesbureaus, die zeggen je zou 80% moeten zitten. Nou, wij als gemeente hebben ervoor gekozen om op 100% te gaan zitten. Nou, maar het is een beetje verworden tot een rekenwereld, terwijl wij juist heel graag naar die kwalitatieve kant willen. En dat proberen we dus op deze wijze ook te doen, om ruimte te creëren, zodat we straks ook niet alleen kwantitatief, maar kwalitatief op doelgroepniveau beter kunnen programmeren en ook die flexibiliteit houden. Nog eventjes een vraag. Wat blijft er dan over? En ik zal zorgen dat dat ook gewoon bij de stukken komt. Nou, Slagharen, daar is op zich niet veel aan de hand. Het zijn alleen die 6 landhuizen. Maar er blijven er 54 over voor de komende jaren. In Hardenberg, daar komen nog wat plannen aan. Aan Slotgraven hier voor het centrum en de zwembadlocatie. En aan Marslanden. Maar goed, dat past ook allemaal in die planning voor de komende 6 jaar. In Bergentijn, afhankelijk van de gesprekken met Roodtij tussen de 20 en de 30... Ja, en misschien moeten dat er 40 zijn in de gesprekken met Roodtij, maar dat zullen we ook bekijken. Lutten heb ik het net al over gehad, er blijven dus 8 tot 12 woningen zitten ze daar. Kloosterhaar 15, Gransbergen 70 blijven daar nog over. Ja, in Dedenstad blijven er 180 over. En met een uitgifte van 30 op Brandsveen, plus dat er in het centrum nog van alles gebeurt, kun je daar 6, 7, misschien wel 8 jaar zeker nog vooruit. En de Krim, waar we de volkstuinen niet gaan doen, vooralsnog blijven vooralsnog tussen 8 en de 14 voor de komende tijd over. Ja, en dat zijn ook, kijk, in de Krim verkoop je geen 20 woningen per jaar. Dat gaat zeer mondjesmaat. Dat is 1, 2 of 3 kavels per jaar. Maar dan nogmaals, we hebben die grond, het bestemmingsplan kan erop om zo aan een vraag te kunnen voldoen. Dit was heel uitgebreid, voorzitter. Maar goed, ze hebben me uitgedaagd, dus ik kon niet anders. Ja, nou, dank u wel voor de uitgebreide beantwoording dan. Blijft volgens mij de vraag van meneer Bak nog liggen. Die had ik beloofd, dat we daar nog even op terug zouden komen na de beantwoording. Heeft u de behoefte om die vraag nog beantwoord te zien, of is die eigenlijk nu door deze hele uitgebreide Ik denk dat we een aardige discussie met elkaar gehad hebben en ik denk dat ik nog wel de toegift heb in de tweede termijn. Oké. Nou, dat sluit dan gelijk aan op mijn tweede vraag, of er behoefte is aan een tweede termijn. Ik heb zo'n vermoeden bij de VVD dan wel, bij D66 ook zo te zien. ChristenUnie, CDA twijfelt wat, zie ik nog. Nou, we gaan het gewoon doen. En dan beginnen we bij op koers, meneer Kloekhorst.
Als de wethouder de toezegging aan de heer Beukerman en de heer Bak waarmaakt, dan is mijn vraag van wat blijft er over beantwoord. En ik zou dat graag zien, niet alleen om duidelijkheid te geven aan de plaatselijke belangen, maar ook gewoon aan de inwoners. Want anders gaat het eigen verhaal leiden. Dan is degene die eventueel nog een keer wil bouwen, denken ook van ja, ik hoef niet eens aan te beginnen. Meneer Bak. Dank u wel, voorzitter. Ik moet zeggen dat ik bijzonder verheugd ben dat een damage control sessie van de heer Prins in ieder geval bij hem geleid heeft tot een aanzienlijk steile leercurve. Dus het is goed om dat te zien. Maar u weet, bij de VVD is het nooit genoeg. Dus wij zouden nog wel graag een steilere leercurve zien. En ik zou toch eens aan de heer Prins willen vragen of het niet eens dat begon in mijn betoog natuurlijk ook mee, een optie zou zijn om voordat er een visie tot stand komt, een structuurvisie tot stand komt, om voor die tijd de plaatselijke belangen is te constateren. En dat geldt in algemene zin, hè? Want ik heb het net in het begin ook even geduid. Er zijn meerdere zaken waar dit zou kunnen. We zijn nu eenmaal zo geëigend om dit in Hardenberg op deze manier te doen. Maar zouden we niet een stap eerder kunnen gaan zitten om eerder de burgers te constateren? En volgens mij geef ik daarmee uitstekend antwoord op de vraag van de heer Breukelman. Dank u wel, voorzitter. Ik zie nog niet de behoefte bij de heer Breukelman om te reageren, volgens mij. Dan gaan we naar meneer Rodemond. Ja. Voorzitter, dank u wel. In aanvulling op het voorgaande zijn er twee vragen die ik nog graag wil stellen aan de portefeuillehouder. Die gaan over de inhoudelijke gevolgen van dit plan. Mogelijk kan daar nog eventjes een inkijkje op worden gegeven. We hebben op andere onderwerpen wel eens gepleit voor innovatie en duurzaamheid, ook op het gebied van wonen. En nu is mijn vraag dan ook, wat zijn de gevolgen voor bijvoorbeeld nieuwe woonvormen uitproberen hier en daar in de gemeente? Dan denk ik aan woonvormen die voor wat kortere termijn worden gebouwd, bijvoorbeeld starters, ouderen, et cetera. Mogelijk ook de nieuwe Nederlanders die we hebben mogen verwelkomen, statushouders dus, die op die manier gehuisvest worden. Tiny housing, dat soort projecten, vallen die in het licht van dit verhaal of vallen ze er buiten? Daar graag een reactie op. En als we het hebben over het aanpassen van de bestemmingsplannen onder deze plannen, kan ik me voorstellen dat de gronden bijvoorbeeld de bestemming agrarisch krijgen. Heeft dat dan ook gevolgen voor de duurzaamheidsplannen? Ik kan mij ook discussies met de overkant herinneren, waarbij wordt gesteld dat agrarische gronden in ieder geval niet worden uitgegeven voor zonneweides. En in dit plan staat uitdrukkelijk dat dat wel het geval zou kunnen zijn. Daar graag ook een reactie op van de wethouder. Mevrouw Hof. Dank u wel, voorzitter. Een opmerking en nog een vraag. De opmerking is, en dat hoor ik ook bij andere fracties terug, dat bij de plaatselijke belangen dingen waarschijnlijk toch wat minder duidelijk zijn overgekomen dan gisteravond leek. In ieder geval zijn dat de berichten die ons ook bereiken. Dus het verzoek is aan de wethouder wel om, als dat nodig blijkt, nou ja, uitputtend dingen uit te leggen. Vooral waar het gaat over cijfers, getallen, prognoses, dat soort zaken. Dat is één. Het twee is, we hebben het wel over wijziging bestemmingsplannen en dat soort zaken. We hebben het ook over visies. En mijn vraag is, moeten we in het licht hiervan niet ook onze woonvisie 2013-2020 en de toekomstvisie 2013-2023 aanpassen als dit soort dingen nu spelen? Want dat zijn ook onderwerpen die in die beide visies aan de orde komen. Dank u wel. Ja, voorzitter, ik hoor zo'n dingen, maar ik denk, nou, misschien toch wel aardig om daar eens op te reageren. Wat ons betreft, nee, het is voor u niet nodig, want ik begrijp dat de argumenten van de overkant bij u altijd wel helder zijn, dus dat scheelt dan weer. Maar goed, als het gaat om die woonvisie, denk ik van ja, nee, wij willen gewoon voor dezelfde doelgroepen, hè, die ook in onze woonvisie beschreven staan, willen wij gewoon blijven bouwen. In die zin is het ook goed om te blijven te actualiseren. Anderen willen misschien eerst weer langer met de benen op tafel, maar wij zijn ook wel van mening dat je ook een keer een begin van een discussie moet hebben. Nou, in het begin was het niet helemaal helder dat hier vanavond aan de orde was. Dat kwam door het besluit, dat wordt nu aangepast. En als ik het dan goed vertaal, dan hoor ik eigenlijk de wethouder zeggen, er blijven kansen voor alle kernen. Alleen u moet vaker actualiseren op de bestemmingsplannen. Nou, dat vind ik op zich een heel positief signaal. Ik weet natuurlijk nooit wat de zienswijzen daar nog aan toe gaan voegen, maar daar kijken we naar uit. Oké, okay, nog een paar vragen voor het college. Wellicht kan het wat sneller dan de
eerste termijn. Dat zullen we zien. Voorzitter, zorgvuldigheid is geboden. Die toezegging die we gedaan hebben in de notitie, we hebben ook met plaatselijk belang overlegd dat wij ze een concept persbericht aan zullen reiken even. Zodat iedereen dat ook in zijn eigen, op zijn eigen site enzovoort even, even kwijt kan. Dus ja, ook graag, daar zullen we ook graag aan voldoen. Vooraf consulteren, volgens mij heb ik het daar al over gehad. Het waren wijze geweest dat we de avond van gisteravond eerder hadden gehad. Dus dit proces had zich daar prima voor geleend. Ook zonder visie had dat ook gekund. Maar we hebben, ik zeg ook maar heel eerlijk, zo af en toe heb je gewoon toch wel een klein beetje haast. Omdat er een paar projecten aan zitten te komen. Die waarvan we eigenlijk vinden dat die geen uitstel dulden. Dus ja, in deze hebben we voor deze gekozen. Bij de omgevingsvisie gaan we dat allemaal wat breder doen. De inhoudelijke gevolgen van dit plan, ja, daar heb ik het volgens mij al over gehad. Als ik dat moet betrekken op innovatie of duurzaamheid of eventjes aan zich, daar heb ik niet helemaal uit de vraagstelling van D66 kunnen halen. Maar met innovatie en duurzaamheid heeft dit op zich niks te maken. Maar als je het hebt over we willen innovatie in de woningbouw, we willen nieuwe woonvormen enzovoort, hè, een terechte opmerking, dan zul je dus wel bestemmingsplanruimte moeten hebben. Dus als je die bestemmingsplanruimte niet hebt, kun je allerlei innovatieve dingen bedenken, maar dan kom je er gewoon niet aan toe om het te realiseren. In die zin heeft het er wel mee te maken, maar duurzaamheid en duurzaam bouwen, dat zijn wat mij betreft even andere thema's. Even kijken, de woonvisie en de toekomstvisie, daar heeft hij volgens mij zelf als raad iets van gevonden al, en daar ga ik ook niet over, maar voor wat betreft de woonvisie doen we ons uiterste best om in 2017 met een update te komen. Omdat het toch wel veel veranderd is in de wereld om te kijken van, zijn de doelgroepen er nog? Ja, hebben we het nog steeds over dezelfde doelgroep? We denken wel. Hebben we het nog steeds over dezelfde gebieden? En laten we dat eens eventjes nog een keer weer tegen het licht houden met elkaar. Ja, normaal is één keer in de vier jaar een goede tijd. Nu denken we dat het toch eventjes even weer aangescherpt moet worden. Maar dat ontstaat natuurlijk samen met u, of met de samenleving en u. Volgens mij is het dat, voorzitter. Kort genoeg. Wat mij betreft wel. Ik weet niet of het voor de raadsleden ook geldt. Dus ik kijk nog even om mij heen. Ik heb de indruk van wel. Dus dat is mooi. Dank u wel dan voor de beantwoording. Ik denk dat we er een spreekstuk van moeten maken als ik de reacties zo wat proef. Ja, hè? Oké, gaan we dat doen. En sluiten we dit agendapunt af. En gaan wij naar agendapunt 6. Staat er trouwens 7 op uw tablet als het goed is. Eigenlijk als het niet goed is. En dat is de rondvraag. Heeft er iemand iets voor de rondvraag? Nee. Dat betekent dat wij toegekomen zijn aan de sluiting van deze vergadering. Ik zie dat mevrouw Kloekhorst ook een beetje van de nazorg is. Er zitten ook wat jonge, wellicht geïnteresseerden in de politiek op de tribune. Die hebben de discussie gevolgd. Misschien voor hen goed om te zeggen dat de onderwerpen die vandaag besproken zijn over 2 weken... nog een keer besproken worden en dan nemen we ook een besluit over deze onderwerpen. Dat is de gang van zaken. Tot zover. De raad maakt zich zometeen op voor een presentatie onder leiding van de heer Boersma.